knallen met die zooi. Attenzione! De Han. Ja, dan vroeg ik daarvan, wat denk ik van de bieren? Ja, wat zien jullie nu allemaal aan het water, jongens? Ik kunt het dan niet op, of wel? Nou ja, ik sta perplex, zit dat dan zo, hè? Is allemaal aan het water. Dat is ook allemaal goed te zien, hè, dat jullie allemaal aan het water zitten. Dus hier scoren we hier alleen met Wilco. Welkom, jongen. Dankjewel. Ik doe altijd eerst mijn vaste Maarten eigenlijk, Henk, en dan komt de gast pas. Normaal is de Bijinek, hè, daar straks andersom. Is de andersom, maar ik doe altijd de vaste Maarten eerst. Henry, welkom. Dankjewel. Ja, en Henk Bloemers, jullie kunnen hem zien via YouTube. Wie verbazen ons dan? Ben je Henk daar niet in het pak kwam? Maar ja, je wist niet dat ik live op televisie kwam, dat ik op YouTube kwam. Wesley is er weer, Lisanne is er weer, en Boudewijn is er, en Ben is er uiteraard ook, hè. Maar Ben is even wat fitnessoefeningen aan het doen, volgens mij nog niet. Dat weet ik helemaal. Jongens, de beste wensen allereerst. Dat hebben we al even gedaan. Ja, natuurlijk. Ook luisteraars de beste wensen, uiteraard. Want ik ben blij dat het erop zit. Jullie dan. Dan gewoon weer even aan het lijven kunnen. Dan mag je, toch? Ja, dan mag je rust zeggen, ja. Hé? Hey? Het is mooi geweest. Ik vond de dagen wel leuk, maar ik ben ook wel blij dat het weer op zit. Ja, toch? Of niet? Ja. Gewoon eventjes... Laten we weer gewoon beginnen met normale lijven. Gewoon lekker in Maastricht even een potje voetballen weer en zo. Dat, oh, lekker potje. Dat hoop ik. Hé, hey, even tussen... Want wist je trouwens dat Ernie Brandsen in de RBC zat? Ja, dat wist ik. Oh, dat wist ik helemaal niet. Ja, dat wist ik. Hoe is hij daar gerekruteerd? Ja, dat weet ik niet. Is al een tientje. Hallo? Volgens mij hebben ze hem in de zomer een keer gevraagd. Ik heb dat wel gevolgd, ja. Ik vond het, ik stond... Ik heb zo'n VI-app, hè, en dan volg je de voetbalnieuws. Ja, maar ik heb Ernie Brands genoemd, waar ik een filtertje op zitten, denk ik. Op de een of andere manier, maar... Heb je dat boek wel gelezen van Ernie Brands? Nee, ik heb hij een boek geschreven, dan? Nooit meer natrappen. Nee, heb ik niet gelezen. Het enige wat hij in dat boek doet, is... natrappen. Ja, dat houdt al aan, ja. Heel apart. Fantastisch toch, hè? Ja, maar Henk, mooi dat het bunt, man. Ja, leuk. We hebben het voor de tien even over gehad, hè. Doe het dan in het... want Wilco had altijd een mooie, hè Wilco, met het plat in het Nederlands, hè? Neder-Saxisch. Ja, hoe deed je dat ook alweer? Ja, lag aan hoe? Neder-Saxisch als het kan. Nee, Neder-Saxisch als het mat en Hollands als het kan. Nee, andersom. Oh ja. Dat is jammer, hè? Nog één keer. Nee, het is goed maar ook. Nee, Nederlands als het mat, plat het kan. Hè, dat was een beetje, Neder-Saxisch, inderdaad, de halen we erin natuurlijk. Ja, ik heb dus Henry, denk ik, ook een kleine alcoholallergie opgelopen. Dus, maar hersencellen die werken nog niet echt optimaal dagen. En, ja. En we zitten hier al eventjes met Henk. En Henk zit wel maar gewoon plat doen. Henk, ik val altijd een beetje met de deur in huis. Ja, prima. Hoe is het met doen? Met mij is goed. Ja, nee, geet goed. Ja. Ja. Mag niet klaren, dus moet je het ook niet doen. Nee. Geet goed. Nee, ja. Want weet je, u hoort dan vaak het cliché van mager maar gezond. Nou, mager. Bedankt. Nee, ja. Helaas niet. Gezond, gelukkig nog wel. Ja. Dat is belangrijk. Rond en gezond is het. Oh, zo. Ja. Oh, dat wist ik niet meer. Hé, hey, Henk. Wie hebben zin in de herstart van het seizoen weer? Weet je, we hebben nu twee stops gehad. Nu is het mooi geweest, denk ik, toch? Of niet? Ja. Ja, en de eerste herstart van de eerste stop was niet al te best. Dus laten we maar een goede start doen met morgen, hè? Gooi je er naartoe? Ja, ik ga er naartoe. En toevallig, met het hele voetbalelftal, ik ben toevallig ook nog trainer van het eerste van ZCC. Ja, dat gaat straks ook nog even. Is dat tevens ons team uit je? Dus we zullen het hele weekend in Gulpen. Maar ja, dat ligt onder de rook van Maastricht. Dus we gaan morgen met z'n allen naar de wedstrijd en dan daarna even naar de stad. Ja, ja. Hebben ze hele speciale Gulpen biertjes, hè? Oh, is dat zo? Ik vond Gulpen bier eerder altijd heel bitter. Vond ik eigenlijk niks, maar wie zijn volgens mij... Is dat nu 2 jaar terug alweer in Maastricht geweest? Een echt exclusief gulpen biertje. Henk, ik denk dat je een fijn weekend gehad hebben. Dus. Ja? Ja, echt absoluut. Is de brouwerij soms ook nog door? Dat dan heb ik al zo'n idee met onze activiteit morgen weer. Nee, dat weet ik zo niet. Nee, maar wel lekker dat het weer begint. Hè? Want ik bedoel, het is toch die twee stops. Hè? Daar hebben we het met Peter Bijl, chauffeur, ik ook over gehad. Ja, weet je, hinderlijke stops, denk ik. Verschrikkelijk. Want je bent lekker op dreef op een gegeven moment. Hè? Hij hoort even over sportieve gebeuren. Wow. Want ik had in de aankondiging al gezet van ja, het liep net of het binnen een businessclub betere resultaten hebt dan op het veld. Maar goed, dat kan dan zo, hè?
En ik zag ook al een reactie, Henk, van ja, ligt dat nu aan hoezelf dan? Of ligt het aan de uitstraling die de club nog heeft? Nee, ja, dat is niet zo moeilijk, die keus. Want dat ligt puur nog aan de uitstraling van de Graafschap. Ja, toch wel, ja. Ja, het is gewoon de uitstraling die onze club heeft. En ik, want, moet je even kijken, wij mogen best wel trots zijn dat Siem en Alexander Butten ook bij ons voetballen. Ja, ja. Dat heeft alles te maken met de uitstraling, trouwe publiek. Verschrikkelijk mooie aanhang. Ja, ja. Ja, en dan zie je toch wel dat het bedrijfsleven in de Achterhoek gewoon de Graafschap nog steeds omarmt. En dat heeft alles nog te maken met de rol die wij hebben hier in de Achterhoek. Ja. Beschrijf die rol eens. Ja, we moeten oppassen. Dan ligt het natuurlijk heel gevoelig de laatste tijd. En dan zeggen we maatschappelijk. En dan zegt iedereen, jullie moeten meer maatschappelijk doen in plaats van gewoon voetballen. Ja, ja. Maar ik, op zich kunnen wij wild. Maar de rol die we de laatste paar jaar gepakt hebben met maatschappelijk, heeft wel heel veel impact gehad op sponsoren. Want die moeten zich ook maatschappelijk steeds meer laten zien. En dat heeft aangegeven dat de Graafschap wel een bepaalde bindingsfactor heeft in de regio. En, maar het is niet alleen Doetinchem, het is gewoon de hele Achterhoek. Ja, ja. Ja, ja. En de Graafschap heeft een hele prominente rol in. Ik zeg wel eens gekscheren tegen Hans Martijn. Hans Martijn is dan iets meer van de kerk dan ik ben. Ja. Van de Graafschap neemt langzaam de rol van de kerk over. Want er komen gewoon mensen samen om met elkaar te socializen. En dat zie je natuurlijk ook uit binnen supporters. Want de supporterskantine is natuurlijk een gouden vondst. Dat is de kathedraal dan eigenlijk. Ja, hoe je het wil noemen. Ja. Ik weet niet of dat een goede vorm is. Vind ik een beetje gevoelig liggen. Ja, dat ligt ook gevoelig. Met de pauze in de Emiraten, zo heet dat, den overleden is. Vind ik een beetje... De pauze, ja. Ja, hoe heet dat ook alweer? Nee, maar het is wel een... Het is een verbindende functie uit onze club. Ja, ja. En ja, ik hoop dat het nog jarenlang zo blijft. En dat zorgt ervoor dat het bedrijfsleven ook de Graafschap omarmt. Ja, want ik had ik was in het Nieuwscafé in Amfion, 19 december. Daar was Hans Petter er ook. Ja. En voordat die vraag kwam eigenlijk... Erik Haals zijn die deed de interview, volgens mij. Ja, ja, Erik was dat. Nee, Erik was dat. En de Hans Partij die draait het eigenlijk een beetje om. Van, want de core business is voetbal natuurlijk. Hè? Maar hij zegt... Door zijn opgang. Dank, ja, maar hij gaf ook aan, weet je, ook een hoop hè, over maatschappelijke gebeuren, wie de Graafschap. Is best wel veel commentaar op natuurlijk, hè? Absoluut. Maar hij draait het om. Hij zegt, dankzij de core business kunnen we deze maatschappelijke projecten uitvoeren allemaal. Ja, en dan zit ik toch op de tribune en denk ik van ja, oké. Ja, maar wat Henk zei... Je wilt gewoon voetbal zien. Ja, maar wat Henk zei is, als jij die maatschappelijke rol zeg maar ook uitdraagt, dat er dan ook weer bedrijven zijn... Ja, die dat maar toch wil ik niet wat aansluiten. Ja, precies. Maar je hoopt dat die ook voor het voetballen komen. Maar dat die ook zeg maar vanuit een stukje maatschappelijke betrokkenheid sponsor worden van de Graafschap. Ja, dus levert ook die maatschappelijke betrokkenheid eigenlijk dan ook wat op. Nee, precies. Dat levert echt indirect heel veel op. Ja. Plus het feit dat je zegt nu van ik kom ook dat ze voor voetbal komen. Er zijn ook heel veel sponsoren die helemaal niks voor voetbal geven. Hè? Ja, ja. Maar die komen puur voor het netwerk. Of om klanten mee te nemen naar de Graafschap. Want die vinden het allemaal gezellig. Hè? Mm-hmm. Als je toen we thuis hier tegen Ajax moesten, ja, heel lang geleden, toen ze konden ze kampioen worden. Dan zie je gewoon Amsterdammers. Vindt het geweldig om zo dicht op het veld te zitten. Mm. De sfeer is fantastisch. Dus de Graafschap heeft nog steeds wel een uitstraling dat klanten hier van bedrijven graag komen. Ja. Ja. En dan, ja, toevallig werd er dan twee keer drie kwartier gevoetbald. En we proberen ook wel met het commerciële tak, nu het helaas sportief wat minder geeft. Maar ik ben ervan overtuigd dat het goed komt. Mm. We komen toch echt wel bij de eerste negen. Dan zal weer zo'n jonk ploegje bij de eerste acht zitten. Dus dan hebben we sowieso een competitie. Dom maar dan, misschien drie met ja. Maar we proberen het wel een beetje van het voetbal af te halen. Door met die netwerkbijeenkomsten, we noemen dan steeds happy hours. Die naam is niet meer echt van deze tijd. Ja. Laatst hadden we Hans Kraaij, we hebben Kees van der Spek, we hebben Robert Doornbos. Ja. Mm-hmm. En dan komen toch zo'n beetje 2500 sponsoren naar af. Ja. Ja. En dan hou je het een beetje van het voetbal af, maar dan kunnen ze wel netwerken en klanten ontmoeten. Ja. En dat is toch wel het belangrijkste. En dat platform, daar willen we ze gewoon blijven bieden. Ja, want je hebt dan de core business op het veld, hè? De sportieve. Door is ook alles een opgang, hè, aan het voetbal. Ja, tuurlijk. Ja. Weet je, maar dat is ook de Graafschap natuurlijk. Ja, absoluut. Maar goed, het geeft verder. Weet je, daar hebben we het ook wel eens vaker over gehad. De Graafschap is niet alleen voetbal, de Graafschap is meer. Veel meer. En is het dan zo dat, weet je, die sponsors die er nog zijn avond zullen, die elkaar ook echt ontmoeten? Of is het echt van, oké, we komen voor Robert Doornbos en nee, echt ontmoeten. Ja. Ja, maar toevallig is dan de spreker is heel interessant. Ja, dat is de aantrekkingskracht. Ja. En daarnaast ontmoeten ze elkaar. Hmm. Biertje drinken met elkaar. Ja. En dat is precies hetzelfde. We hebben zo'n hele mooie business app, waar alle bedrijven staan, alle namen staan. En je kunt precies zien wie allemaal op die activiteiten komen. Okay. En hij zegt van, nou, dan wil ik wel eens ontmoeten. Akenbel, hult hem in de boord af misschien. Ja. En op zo'n bijeenkomst. Ja. Dan zeg ik tegen Henk Bloemers of tegen Jordi of tegen Brenda of tegen Judith. Ik wil den en den even ontmoeten. Kun je me even voorstellen? Ja. Nou, dat is onze taak. Dat sterkt ook. Ja. Dat sterkt. Maar hoe, stel, hè, zo'n,
zo'n Robert Doornbos, hè, best wel een populair iemand, hè. Ik bedoel, met die Formule 1 en de hetze ook echt goed opgewerkt. Ja, en dat was nu ook heel actueel allemaal. Maar hoe reageert hij als hij hier is? Die mensen zijn echt verbaasd hoeveel mensen er afkomen op zo'n netwerkavond. Ja, zijn ze echt verbaasd over. Hoe verstelbaar, hè? Ja, maar dat is wel mooi. Daar kun je heel trots op zijn. Maar bedrijfsleven vind ik wel mooi. Wie is in de Achterhoek, hè? De Achterhoek heeft een bepaalde uitstraling. Hard werken. Niet lullen, maar poetsen. Ja, en dat is onze uitstraling. Die willen we ook graag zien op het veld. Dat lukt dan even niet, hè? Maar dat zou wel mooi zijn. Als dat alweer terugkomt, dan zullen we al een heel eind. Ja. Maar Henk, jij hebt ook bij Heerenveen gewerkt. Ja. En als je dat vergelijkt, zeg maar, Heerenveen met onze club. We zien ook overeenkomst of nu is weer verschillen. Nou, er is wel Heerenveen en ik zeg altijd, de graafschap is Heerenveen in het klein. Of Heerenveen is de graafschap in het groot. Ook heel loyaal. Iets groter, heel loyaal. Alleen wat je wel ziet bij Heerenveen. Was ook die hebben natuurlijk heel vaak Europees voetbal gehad. Ja, ja. En dan geeft het wat minder. Dan is het verwachtingspatroon heel hoog. Ja, ja. Dat wordt dan niet waargemaakt. En dan haken ze af. Ja. En dan kunnen mensen, en nu zie je bij Heerenveen langzamerhand, ziet weer terugkomen. Hè? Die mensen komen weer, het stadion werd weer vol. En dat is bij de Graafschap natuurlijk ook zo. Ja. Want iedereen verwacht dan om even promoveren. Nou ja, zo makkelijk is het niet. Nee, daar hoort met Peter Bijbels ook al. Hebben we dan als supporter te hoge verwachtingen misschien? Nou, of we doen het als club niet goed. Dat het verwachtingspatroon verkeerd managen. Dat kan ook nog. Wat dat betreft is de Graafschap ook een beetje Feyenoord in het klein, vind ik. Daar denk ik ook elk jaar. Ik ben een beetje Feyenoord. Kun je ook niks aan doen? Nee, maar goed. En NAC toch, of niet? Nee, NAC totaal niet. Maar die heb je in Breda gewoond, hè? Dat is praat van. Maar ik zeg er verder niks meer over. Ja, dat lijkt me evident. Maar. Nee, maar daar is ook het verwachtingspatroon altijd van, elk jaar weer hoop, elk jaar weer verwachtingen. Ja. En dat hebben wij natuurlijk ook een beetje hier bij de Graafschap. We natuurlijk heel vaak promoveren en heel vaak gedegradeerd zijn. Ja, maar dat zei Adrie ook in de uitzending die we met hem hadden. De laatste 10 jaar hebben we 2 jaar in de Eredivisie gevoerd. Ja. Dat is eigenlijk niet heel veel. Eigenlijk houden we al 1 jaar sowieso in de Eredivisie met de voetballer. Ja, nee, maar dat is... Toen de KNVB ons even naar de oren naaide. Dat klopt. Ja. Nee, dat ben ik wel met hem eens. En we hebben natuurlijk alles, hè. Het stadion, de aanhang, de businessclub. Alles is Eredivisie waardig. Klopt. En dan verwachten mensen ook onze budgetten met redelijk. Alhoewel daar nu hij Zwolle, Heracles, Willem II, wat er natuurlijk boven nu steekt. Ja, dan verwachten mensen dat je wel 1 keer in de 3 jaar een keer promoveert. Ja, klopt. Ja. Of een finale voor de play-offs voetbal. En dat is niet irreëel, zeg maar. Dat is wel heel reëel. Dat is heel reëel. Realistisch natuurlijk. Ja. Hè? Dat moet ook. Want weet je, dat is ook wel een beetje een dingetje. Hè? Ik refereer even aan waar we Peter Bijbels ook over gehad hebben. Van weet je, die verwachtingen. Hoe kijk je er zelf tegenaan, denk ik? Want je bent een verdriet geweest, je bent toch weer teruggekomen in de Graafschap. Hij hoort ook nog even over zo dadelijk. Maar hoe kijk je er nou zelf tegenaan? Ja, ik ben wel met hem eens. Kijk, toen we in het begin... Je wist natuurlijk dat Heracles Willem II en Zwolle gedegradeerd waren. Nou, dat zal heel moeilijk worden. Almere investeert heel veel. Nou, dan komen heel veel jonge jongens. Wie goed zijn, zullen we een jaar verder. Dan komen Siem en Alexander komen erbij. Dan denk je, we hebben wel een aardig elftalletje. En zo zijn we ook op pad gegaan. Hè? De sponsoren van, competitie moet zeker halen. En bij de eerste 5 moet nog kunnen voetballen. Ja. Nou, en met dat verhaal gingen we ook op pad. Nou, de competitie is nog niet afgelopen, dus kan altijd nog. Ja, en dan is het wel een beetje teleurstellend wat het nu geeft. Ja. Henk, ik ben zelf ook trainer. Heb zelf ook gevoetbald. Dus, volgens mij kun je best een balletje raken. Maar hoe kijk je dan nou tegen, laat maar zeggen, het voetbal aan en hoe het met het eerste elftal geeft? Ja, dat vind ik lastig, want ik zie ze niet iedere dag trainen. Daar begint het al met. En wat ik een beetje mis in het veld is, en daar was ik natuurlijk eerder zelf ook wel een beetje een klootzak, zeg maar. Een Jeffrey Fortes is denk ik de enige die een beetje een klootzakje is. Ja. En daar houden we eigenlijk nog eentje van moeten hebben. Die ook de boel op, Matesua had ik vanmiddag met Adrie nog over. Zo'n type, daar missen we. Leon Kaak, morgen speelt er. Morgen trouwens. Ja, waarschijnlijk wel. Ja, hij speelt. Ja. Dus zo'n type, dat hebben we nodig. Ja, dat hebben we gehad, hè? Ja, dat zijn we al. Nee, maar dat is wel... Dat is die wel al die afvallende ballen oppikt en we inleveren bij Siem. Ja. En dan verdorie het weg op voetbal. Maar Siem speelt niet, denk ik, hè, morgen. Nee, Siem zit de bank. Ja, maar dat vind ik toch wel een klootzakje. Ja, en dat mis ik af en toe. Alexander. Dat mis ik. Alles is op Siem nu ook wel een klootzakje. Kijk, en anders. Ik weet niet hoe... Dat is de hele dag als morgen. Kun je de wedstrijd nog herinneren, dat Tussie hier tegen Jong PSV? Ja. Toen kwamen we met 2-1 achter. En die nummer 7, een ettenbak van een ventje, de scoorde. Ging heel apart doen. En de eerste beste keer Rio Hille,
Ja, jongen, die pakte hem en ik zag dat gif in zijn ogen. Ja. Mm-hmm. En toen dacht hij, dit is de ommekeer. Ja, en ja. toen wonnen we ook met 3-2. Ja. Ja. En puur denk ik, ik zag die hele en denk, oh wauw. Sommer het. Ja, ja. ja dat, maar zo, dat is wel zo natuurlijk. Ja. Want je gaf hem een optaat en jongen, ja, fantastisch. Ja. Daar had ik net even nog aan willen refereren, Henk. Want loyaliteit van de supporters. Je hebt het over Heerenveen gehad, hè, van oké, dan is het even wat minder, dan blijven de supporters weg. Zitten we hier nu ook op zo'n punt dat die loyaliteit in... Ja, ik zei wel, het moet niet te lang duren. Ja. En nog niet eens zozeer de resultaten, maar de manier van voetballen, denk ik. Want ze willen hier gewoon dramvoetbal zien, zoals ze dat zeggen. Mm-hmm. En hij dan met jonge jongens in het elftal, een keer met 3-0 verliest dus, en die miskansen en de jongens hebben er alles aan gedaan, is er niks aan de hand. Is er niks aan de hand. En jongens, kom uit de regio, maar een tikje terug en weer een tikje terug en weer een tikje terug. Maar daar wordt niemand vrolijk van. Nee, maar dat gebeurt pas, als ik kijk voor de thuiswedstrijden dan, dan is het eerste kwartier, 20 minuten vaak best wel aan, ja, heel goed voetbal. Prima. En, maar, dan mis je kansen. Mis een paar kansen, maar als het dan toevallig 1-0 wordt, dan kun je dat voetbal wat jij zegt. Ja, dat, en dan zie je dat bij een ploeg wat geen vertrouwen heeft. Ja. Ja. En dat is jammer. Ja. Dat is misschien dan de jongigheid van die gang, maar dan zie je er gewoon, dan zit er twijfel in de ploeg, zo achteruit voetballen om de voorsprong te verdedigen. En de helft zegt, of zo nog eentje maken. Ja, en dat, ik ben er zo type van, maak er dan nog eens. Ja, dan zit ook met de rust op de tribune, dat is ook wel een keer fijn. Maar dan zou je toch verwachten met Siem en met Butne en met die Fortes, dat is ook een beetje de filosofie die toch vanuit de technische kant ook aan het begin onder de, laten we zeggen, de samenstelling van de selectie lag. Wat Bijvals ook verteld heeft, we moeten een paar hebben die... de cultuurdragers en wat routiniers. Ja. En door hem wat creativiteit, die af en toe buiten de lijntjes kleurt. En dan wat jeugd. Nou ja, op zich zit er dat volgens mij allemaal wel in. Ja, en er zit toch een vorm van angst in zo'n ploeg. En ik vind dat heel lastig. Maar is dat een echte leider? Ja, ik zeg net Fortes. En Siem is natuurlijk qua voetbal een absolute leider. Alleen Siem is natuurlijk niet iemand die voorop geeft in de duels. Nee. Want dat is een stijl van voetballen niet. Verwachten. Nee, dat mag je ook helemaal niet verwachten van hem. Precies. En Alex is natuurlijk een fantastische voetballer, vooral met zijn voorzet. Ja. Maar we moeten ook niet van Alex verwachten dat hij al die duels bikkel had in vies. Weet je, die voorzet, daar ben ik ook jaloers op. Weet je, vroeger hij hoort er wel eens over, ideeën de hele rechterkant, ideeën de hele linkerkant eigenlijk, ook met die voorzet. Maar goed. Oh, echt waar? Ja, nee, dat is absoluut zo. En wil ik niet. Ik wil ook een paar ballen in de peppers hier. Nee, maar het... je wilt ook een beetje herkenning in zo'n elftal. Ja, hè? En dat is een beetje het... Maar vergeet er dan iemand... Benschop is ook iemand die volgens mij wel zo de... Benschop ook. De laatste wedstrijd wel tegen Willem II. Toen viel hij ook even een beukje uit. En pakt hij volgens mij... Ja, de kreeg dan geheel, maar dat was volgens mij... Dat was echt wel maar dat was de enige die het snapte op dat moment. Ja, maar je snapt het wel vaker, Benschop. Ja, maar goed. Dus... Ik mag hem ook graag zijn spellen, Benschop. Ja. Loyaliteit supporters, loyaliteit sponsors. Ja. Ruud 400, hè, volgens mij. Als dat nog 409. Is. En we hebben van weg gehouden weer 4 nieuwe communiceren. Waar komt dat vandaan? Ja, daar wil ik dus net vragen. De vraag wil ik wel zijn. Ik ben al 10 minuten mee bezig, maar we hebben het wel helemaal af weer. Helemaal gekheid. De vraag wil onze commerciële afdeling ons ook wel eens af. Hoe kan het? Dat bedrijven. En alleen, we hebben wel in de coronatijd heel echt gezegd, we gaan investeren in de commissie. We hebben extra accountmanagers aangenomen. En we hebben taken heel goed verdeeld. En we hebben gezegd, we moeten sponsoren heel veel aandacht geven. Aandacht kost geen geld. Daar moeten we mee beginnen om ze heel veel aandacht te geven. Wat we vlak voor kerst gedaan hebben, werd heel erg gewaardeerd. Zo alle spullers, met een tasje van de Graafschap, met een kerstel, alle sponsoren hebben ze bezocht. Ja. De spullen zelf. Dat werd heel erg gewaardeerd. Dus voor de hele kleine dingen, kost niet veel geld. Maar door geef je wel de waardering aan de sponsoren. Ja. Nou, en ja, het geeft natuurlijk ook rond, maar we hebben gewoon het grootste netwerk van de Achterhoek. En dat wil graag zo hollen, en dat willen mensen graag bij je werken. We hebben aan het begin in de zomer heel erg gehad dat mensen gingen stoppen met allerlei netwerkclubjes en kozen ze bewust voor de Graafschap. Dat is gunstig voor ons. Alleen we moeten dus zorgen, wou hebben, dat we het behollen en dat we af en toe wat bij kregen. En ja, met bedrijfsleven in de Achterhoek geeft best goed, hè? Maar geeft het ook mond aan mond? Dat klopt wel, ja, want mensen nemen dan weer mensen met. Ja. En dan zeggen ze vaak tegen ons, ik neem die en die met, kom even een handje geven. En dan doe je even een handje voorstellen en de wek erop, gewoon even bellen. Van, nou, wat vond je ervan? Ja, en, dat en zo rolt dat balletje ook een beetje. Ja. Is dat dan zo dat je, hij zou spreken met de peus ook kunnen zitten? Nee, telefoon pakken, dat komt er weer in. Tuurlijk, kom maar hier, tuurlijk. 35 minuten telefoon, kom maar. Dat kan wel, hij promoveert.
Ja, dan gebeurt dat wel. Dan staan ze in de rij, zeker. Maar ook echt zeg maar... Ja, we zijn wel heel actief. Ja, en nou, vooral, ik ben bijvoorbeeld, wat ik net vertelde, ik ben laatst bij Orion geweest. En dan zie ik twee namen op bord staan en denk ik, fuck, die hebben ze niet. Ja, dan gaan we wel de volgende dag heel commercieel. En dan zeggen we van, dan moet je even gas opgeven, jongens. Ja. En nou hebben Brent, Jordi en ik de taken verdeeld. Judith, puur voor de ondersteuning en de organisatie van de evenementen. Dus helemaal perfect. Ik zal morgen nog even een bonnetje gooien. En zo proberen we dat te doen. We hebben de regio, we hebben bewust met Jordi iemand uit de regio Winterswijk. Hmm. Maar daar zaten we niet heel erg sterk. Okay. Winterswijk, Groenlo ligt tevoren. Echt grensgebied naar Twente. Natuurlijk in de tijd van Sander Boske was ligt tevoren heel erg georiënteerd op Twente. Nu met Hidde en Devin zie je dat gebied. En met Philip zie je toch dat Winterswijk langzaam onze kant op komt. En Jordi woont daar. Nou, dat is ideaal. Ja, en Brent doet vooral de hoek van de Liemers, Weel, Doetinchem. Nou, en ik doe dan vooral de grotere sponsoren. En zo hebben we de taken verdeeld. Dat is toch mooi, Henk. Want ik verwacht nu ook weer een toeloop naar deze podcast. Dus ik ben veel bezet aan de telefoon. Nee, mensen kunnen ons ook bellen. Nee. Of mailen als ze sponsor willen worden wie de mooiste club van Nederland. Dat is geen probleem. Ja. Maar wat? En ze verdienen investering terug. Nou, kijk, dat is ook het mooiste natuurlijk. Ja. Maar wat is nou eigenlijk het grote verschil tussen... hoe lang duurt het nou eigenlijk, totaal nu? Ja, totaal? Weer 2 jaar, denk ik. 3 jaar. Wat is nou het grote verschil van toen je net begon 3 jaar geleden en nou? Ik bedoel, we zeggen heel veel maatschappelijk, dus mensen willen graag erbij horen. Ze komen hier. Hè, maar ik neem aan, toen je pas begon, dat best wel lange dagen moeten maken om de boer op te gaan en mensen echt binnen te harken, bij wijze van spreken, toch? Of niet? Ja, nee, dat klopt. En dan bedoel je de eerste periode, toen ik bij de Gaasbeek zat. Eerste periode, ja. Ja, alleen dat was af en toe wel makkelijk, want er speelden we nog een paar keer Eredivisie. Ja. Dus dat was wel... Kijk, dat was voor tweede, dat was voordat je met Heerenveen ging. Ja, voordat je Heerenveen ging. Ja, dat klopt. Ja. Nee, en kijk, die corona, die klinkt heel lucht, maar heeft ons ook wel geholpen, hè. Want door de corona hebben heel veel... Dan kon je compensatie en weet ik allemaal wat. Nou, dan sponsoren begonnen niet eens over compensatie. En als we erover begonnen, zei ik, oh, dat is jammer, want alle andere sponsoren zien er vanaf. Nee, dat zie ik ook wel. Zo ging dat dan. Ja. Niemand hoeft de compensatie te hebben. Okay. We zeiden allemaal van, jullie hebben het geld harder nodig als wij. Ja, precies. En hetgeet wat ik net zei, in de Achterhoek best goed met bedrijfsleven. Ze hebben alleen maar problemen om aan personeel te komen en aan materialen. Ja. Maar voor de rest, geeft hartstikke goed in de Achterhoek. En nogmaals, we proberen met ons team zoveel mogelijk aandacht te geven aan sponsoren. En wat heel belangrijk is, wat ik heel erg gemerkt heb, ook bij Heerenveen, kom uw afspraken nou. Ja. Alles wat je afspreekt met een sponsor, kom dat nou en wees proactief. Ja. En biedt ze dingen wie ze niet verwachten. Bijvoorbeeld, laatst had ik met Dirk Wassink van Wassink Installatie. Nou, zijn zoontje is helemaal idolaat van Siem de Jong. Maar dan moet even knippen. Is hier de boer, hè? Dus dat mag dat. Alles in belang voor de club. Alles voor de club. Hier mag dat. Ja, maar hij wil graag een keer met Siem de Jong op de foto. Nou, dan hoor ik dat een keer en dan doe ik er verder niks met. Ja. En dan zie ik Siem en hem, dan denk ik, Siem, kun je even met hem aan? Ik vind het prachtig. En dat soort hele kleine dingen. Dat is ook een beetje wie heb je de club van profvoetballen, maar ook wie de club natuurlijk, maar ook wie. En kunnen lullen wij wilt. Met Siem heel echt een hele goeie. Want actie met Arriva, dat spotje, ik weet niet of je dat gezien hebt, werd er met Arriva gemaakt. Nee. Is er 2 dagen opname gemaakt. Jezus. Puur voor de commissie voor ons, hè? Is waar, ja, fantastisch. Maar je zegt, Henk, het verdient zich terug. Ja. In welk opzicht? Ja, daarom zeg ik ook wel eens tegen een sponsor: doe maar, joh. Want ik ben zeker al van joh, zo bij elkaar en dan zeggen: ik heb terugverdiend. In welk opzicht? Wie zorgen? Maar dan moet je zelf ook actief zijn. Hè? Ja, dus dan moet je ook op de netwerkbijeenkomsten komen en bij de wedstrijden. Het is niet alleen maar sponsor worden, maar het is ook bijdragen. Zeg maar. Precies. Ja. En moet samen doen. En wie zorgen dat je nieuwe klanten krijgt. Of in ieder geval in contact kunt met nieuwe klanten. En of ze dan met elkaar zaken doen, is niet aan ons. Maar dat is aan hun. Klanten metnemen en hun naamsbekendheid. En ik weet zeker, op het moment dat je businessclub lid van de Graafschap wordt, dat je terugverdient. Dat weet ik zeker. Maar dan moet je wel van tevoren met elkaar afspraken maken van, wat is uw behoefte? Hij heeft behoefte aan naamsbekendheid. Ja. Hij behoefte aan om klanten goed met te nemen. Die in de watten legt. Of hij puur behoefte aan nieuwe klanten. Ja. Ja. Gooi, wat je steeds meer ziet bij ons nu. Ook op de boring. Esbro, sorry dat ik de namen noem. Maar Esbro, Renza, Mainfreight. Gebruiken nu de Graafschap als arbeidsmarktwerving. En Esbro had een hele mooie actie. Denk 2 ook heel mooi. Ja. Ja. En dan kreeg ze seizoenkaart. Hij heeft vakantieweg geen doen met Esbro. Ja, en zo kun je ook een link maken met de Graafschap. Ja. Hè? Dus zo mooi een beetje creatief zijn. Ja, maar dat klopt wel. Ik weet ook van andere sponsoren, onder andere West van Nederland bijvoorbeeld, dat die heel gefocust zijn, natuurlijk een stukje naamsbekendheid, maar ook op het aan, en dat kan bij de Graafschap, ook hier in de kantine feitelijk, de jongere doelgroep aanspreken, want overal personeelstekort, dat je de Graafschap juist als opstap gebruikt, of als communicatiemiddel feitelijk,
naar jongere mensen toe. Van, joh, als je werk zoekt of als je iets leuks wilt. Die mensen zijn heel moeilijk te bereiken. Hè? Die doelgroep van 15 tot 18 is heel moeilijk te bereiken. Ja. Ja. Dat geldt dan ook met bezorging. Dat is heel moeilijk te bereiken. Ja, en Nederland is denk ik een mooi voorbeeld. Want we zijn daar met de arbeidswerving. Hebben de drie spullers hebben door een rondje gelopen in een spotje. Ja. Zaten laatst open dag. Nou, dat is Hidde gaan keeper. In een stromende regen. Ja. Samen met Devin en met Philip. Ja. Ja. Nou, dat doe je dat was op een zaterdagmorgen. In Bredebroek. Van Valencia ook nog. En Joël was er ook mee, maar had niks te doen. Zei, oh, dan ga ik wel met. Mooi, hè? Ik heb niks te doen. Ja, vind ik mooi. Ja. Normaal mooie spullen smeken. Ja, oh, ik ga wel met, ik heb niks te doen. Ja, dat mooi. Nee, maar dan krijg je alles in een heel ander daglicht nu, hè? Ik bedoel, dat zo, maar dan krijg je normaal weer de Noord-Waarts van met natuurlijk. Nee, maar dat is wel ook een maatschappelijke. Maatschappelijk kan je op heel veel manieren uitleggen. Ja, maar ook voor een werkgever kan het heel interessant zijn om de Graafschap juist te gebruiken als, nou ja, hoe noem je het? Uithangbord. Ja. Zeker omdat hier een doelgroep rondloopt die in de regel wat belastigd wordt. Ja, en natuurlijk zeggen, ja, sorry, de zuip in de kantine. Maar als je dat beslissing niet aanpakt, wacht even, komt de naam weer VB of. Ja. Het is wel zo, want uiteindelijk. Met die spotjes die je dan kunt maken. Ja, dat is goud natuurlijk. Hè. Dat is echt. Want je zei ook al van, ja, weet je, nu speel je eerste divisie nog niet eens. Ja, weet je, daar hebben we het al over gehad. Sportief zit het allemaal een beetje, of niet met, hè, laten we het even voorzichtig doen. Als het wel reageert en je start op promotieplekken en je promoveert, dan staan ze in de rij uiteraard weer. Dan, nog meer in de rij dan nu misschien. Dan kun je wel met de puntjes omhoog, wie ook net zei. Ja, nee, dat klopt. Ja. Alleen dan mooi wel, en dat doen we dan gaan we wel de trieven verhogen, hè? Ja, in de Eredivisie. Nee, maar logisch. Maar niet voor de bestaande sponsoren. Nee, okay. Want dan moet je de loyaliteit ook belonen. Ja, dat vind ik omdat ze ook in de Eredivisie zijn zo trouw geweest. Ja. En als er nieuwe bedrijven komen, omdat die dan klanten met kunnen nemen tegen Ajax, Feyenoord, PSV... Ja. Ja. Omdat ze het leuker vinden dan het tegen Telstra en Oost, dat snap ik ook nog wel. Mm-hmm. Maar toch, afgehaakt zijn destijds om nou te degraderen, dan moet je ook vaste sponsoren wel belonen. Ja. En heel gelijk gezegd, stel dat promoveren, dan gewoon de bestaande sponsoren niet meer betalen. Ja, want de sponsors die afscheid nemen, gooi je dan achteraan? Of heb je zoiets van, joh, weet je... Ja, zeker. Ja. Ja, nu was het heel makkelijk, hè? Afgelopen joh, hou 11 opzeggen, hè? Dat was lekker makkelijk. En we hebben al een aantal... Hoezo lekker makkelijk? Ja, we hadden heel weinig. Ze zijn heel weinig. Ja, snap je? Dus nee, we nodigen uit. Ja. We nodigen ze allemaal nog een keer uit bij de Graafschap. En dan ook tweede etage kunnen ze even eten. Want we willen altijd de eer aan onszelf vallen. Toch wel, dus nooit zeggen van, je moet voorkomen dat ze zeggen van, ik heb opgezegd, ik heb nooit wat gehoord. Ja. Ik kreeg een brief van bedankt. Ja. Dat moet je voorkomen. Je moet altijd voorkomen dat ze geen aanleiding geven om een trap nou te geven. Mm-hmm. En dan kun je beter, dat kost wel een keer 2K, dat kost wel een keer een diner. Maar voor de goodwill is dat wel heel goed. En stel dat het met zo'n bedrijf straks wel weer goed gaat. Als dat de reden is om eraf, dan komen ze ook terug. Tuurlijk, dan komen ze terug natuurlijk. Dus nee, we houden het wel heel goed. En we schrijven ook op in ons CRM-systeem, ja, ook dat heel. Van willen mensen afgehaaksen. Dus daar houden we ook bij. Dat is ook data weer, hè? Statistieken. Statistieken, ja, dat is belangrijk. Daar is heel goed in geworden bij de Graafschap, denk ik. Ja. Zeker. Peter Bijvels, ik weet niet over dat Peter Bijvels, elke wedstrijd meer bal was hij dan tegen. Ja, maar daar hebben we dat. Geen vals in de doepen. En meer expected goals. Nee, maar dat zei Peter ook, hè. Van, ja, weet je, dat is een gegeven. Maar inderdaad, het is wel heel belangrijk. Commercieel gezien is data heel belangrijk. Ja, ook altijd zeggen wie hij gesproken, wat was de argumentatie. Nee, dat doen we allemaal wel. Ja. Het is gewoon mensen met informatie die... Ja, mensen van en heel goed social media volgen. Hè. Zoals als er weer een nieuwe directeur is en de oude directeur wil nooit sponsor worden, is een nieuwe en denk je, hey, dat is weer een kans. Benaderen. Ja. Ja, mooi. Zo houden we dan wel een beetje mee. Dan moet LinkedIn ook dan met name natuurlijk, hè, van hem ook volgen wat er allemaal gebeurt. Ja, en deur is ook belangrijk. Mensen zeggen wel eens dat ik veel in de stad hang. Volgens mij veel te veel met. Maar je hoort wel heel veel. En als je vooral een keer bij Van Ouds komt, of je komt een keer op een netwerk en bijeenkomst of een opening van een andere zaak, je hoort zoveel. Ja, dat klopt. En dan moet je gelijk bezig. Ja, dat klopt. Nu vorige werkgever was eigenlijk wat je net zegt. Toen kwam een nieuwe directeur. Ja. En ik bedoel. En ik kende hem natuurlijk. Het was zo gelijk. Dat was één telefoontje. Maar ik kwam van hemzelf en moest je heen. Nee, ik heb hem gebeld. Op moet telefoontje zag ik al te wachten. Ja, toch wel. Dat is een mooie keer. Ja, mooi zes. Ja, dat is 1-1 is 2 natuurlijk. Ja. Ja, dan wanneer ben je ook alweer begonnen, Henk, in de eerste periode? Ja, de allereerste 2007. Hoe ben je hier zo terechtgekomen eigenlijk? Het is eigenlijk best wel simpel. Ik werkte bij Wegenen. Dat was de uitgeverij van destijds ook de Gelderlanden. Alleen ik zat in Apeldoorn. Munsterman toch later? Eerder al? Ja, ik zat eerst... Munsterman stuurde de huis-en-huis tak aan. Toen En ik ben precies in 1991 begonnen bij Wegenen, dat weet ik nog precies, want ik moest nog in militaire dienst, helaas. En dat ben je wel kiel geworden. Ja.
Het zou goed zijn dat al die blagen echt wel een keer weer militair dienst gaan. In ieder geval door de discipline. Dat doen we een paar uurtje. Ja, discipline. Ik had het laatst met Brenda ook over. Dat zou voor ook wel eens een keer goed zijn. Dat je ook eens een keer wil zeggen, daar kun je de oorlog wel mee winnen. Ja, maar sociale dienst. Bij wijze van. Ja, ja. En bij werken. Op een gegeven moment, ik was zo'n jong potential. Nou, dan kreeg allemaal dingen. En aan het einde van de rit stuurde ik die hele advertentie-exploitatie aan van de Zwolse krant, Apeldoorns krant, alles. En ik deed alle sponsorcontracten. Voor alle BVO's. Go Ahead, NEC, Vitesse, AGOVV. Ja, ja, dat ja, was ja. toen onze hometown. Ja, hè? Ja. En ik deed altijd met Jacco Zwart. En Jacco zat toen bij Go Ahead. Als part-time directeur. De deal. Nou, Jacco ging naar NEC. Heel lang niks gehoord. En in één keer zocht NEC een commercieel manager. Dus dan Jacco, is er niet wat voor? Maar ik dacht, oh, AGOVV, dan verkoop ik een bord. En dan moet ik het ding zelf ophangen. En denk, oh god, nee. Maar ja. Het fatsoen, dan ga je toch praten. Ja. Oh, en ik werd zo enthousiast. Ja, sorry dat ik storm, maar. Nee. Wie is dat? Ja, nee, dat komt goed. Ja, dat is dat komt wel. Ja, gedacht. Ja, ja. Ja, Sjoerd. Ja. Oh ja, die ken je ook wel natuurlijk. Ja, natuurlijk ken ik Sjoerd. Sjoerd nog niet. Sjoerd van de... En de buurman, van de drank. Ja, van de drankhandel Drank aan de Mesetstraat in Doetinchem. Ja, die hadden ons van beloofd, ja. Inderdaad, ja. Sorry dat je niet gebeld hebt. Het komt er zo even tussendoor. Ja, maar hey, Hans, dit is eigen initiatief. Dat is altijd goed. Dat is altijd goed. Maar we zullen ons ook een beetje aan het vercommercialiseren, zeg maar. Oh, Hans, kom op. Heurt toch eens. Dan vond ik jij ook allemaal shutter klaar. Ik ben nou niet in beeld, maar dat is wel de bedoeling natuurlijk. Zo dadelijk met een mooi door even gaan staan, zo dadelijk. Maar weet je, wie komen zitten? Of kom je eerst... Ik ga weer deur. Ik zal zeggen, loop er even mee. Ja, loop er in beeld. Als eerste sponsor van het... Hey, Sjoerd. Beste mensen. Beste mensen, ja. Ja, kijk. Namens de heren bedrankt, denk ik. Bedrankt, ja. Dat is wel een goeie. Ja, hier aan ben geschoven. En, maar goed, dat zullen ze zelf ook wel... Ja, zeker. Dat is niet gehoord van. Ja, top. Geniet ervan. Hij kan door wat te pakken, Henk. Supermooi bier. Drank, ja. Ja, dank je wel, Sjoerd. Top. Sjoerd, dank je wel. Ja, top. Is een beeld in het logo? Ja, hè? Hey, Sjoerd. Ja, hij wil. Hey, fijne avond, jongen. Yo. Yo. Ja, toen ging ik bij NEC denk ik, op gesprek. En toen zei Jacco, ja, ik wil we hebben daar met iedereen praten. Dus dat was Hans van Delft was toen nog. Ja. Marcel Boekhoorn. Dus ik had er met iedereen gesprek. En nou, had iedereen wel goed gevoel. En ik ook nog steeds. En toen zei hij, ja, ik wil wel hebben dat ook even met het commerciële team om tafel gehad. Maar ik wil niet hebben dat laten zeggen, ja, met dit team, daar kan ik geen resultaat meer halen. Nou, ook gedaan. En ik reed over de Waalbrug. En ik denk, ik gooi alle zekerheid aan de kant. Ik ga doen. Ja. Ik heb 3 jaar gedaan. En in die tijd was Cor Huntelaar en Sietse. Ja. En Han Berger zaten bij de Graafschap. Ja. Speelde eerste divisie. En NEC speelde, Mario Been was toen trainer. Geweldige tijd. Speelde de Eredivisie. Europees voetbal gaan, hoor. Ja, maar toen was hij net weg. Ja. En, maar dat is natuurlijk commercieel gezien een wereld van verschil. Mm-hmm. En Sietse en Cor bleven maar bellen en bellen. Ja, Achterhoek in Nijmegen. Ja, en toen op een gegeven moment, ik heb gedaan. En toen had ik jou gezegd. En toen promoveerde de Graafschap hier. Volgens mij thuis tegen Emmen met Jan de Jonge. Ja. Met Beuken, de laatste minuut. Ja. En toen speelden ze Eredivisie. Dat goal had afgekend moeten worden trouwens, hoor. De scheidsrechter durft niet af te fluiten, want heel staat is op de kop. Ja, maar dat was een dikke overtraining. Maar dan hou me dan meer ook al een keer gehad, zoiets. Ja, dat klopt. En met Kissen maken ook niet tegen Helmond toen de keer. Oh. Ja, dat was ook een dikke overtraining. Ik laatst ook laatst ook weer gezien, ja, mooi hè. Maar tegen Emmen, want Emmen kwam 1-0 ver. Toen werd het 1-1, Paul van Mien. En in de laatste, vlak voor tijd, scoorde van Beukering. Maar dat was volgens mij ook vrij wasselen. Hij ging naar achter met een dikke console. Ja, in die wedstrijd, was ik, dat was wel, die zou ik nooit vergeten. Daar was ik samen met Paul Franken. Paul Franken was een hele goede vriend van mij, voetbalde ik samen met Pax. En Paul was op dat moment, zat in zijn eindfase, had hersentumor. Ja. En de Buk nog, en helaas moest ik toen gelijk naar huis nooit. Nou, logisch, maar Paul kon dat allemaal niet aan. Maar die wedstrijd nog, en die vergeet ik nooit meer, heb ik samen met Paul toen geweest. Jezus. Ja, en toen ben ik in oktober 2007 ben ik begonnen met de Graafschap. Ja, in de Eredivisie. Ja, zo. Met Han Berger en Jan de Jonge. Ja. En ik weet nog goed, hadden ze bij in Sinderen, die ballonnerie was dat toen. Oh, ja. Zo'n team uitje of weet ik wat ze hadden. Ja. En daar werd ik voorgesteld aan de spullersgroep. Zenuwachtig, jongen. Zenuwachtig. Ja, ja, de grote jongens. Ja. Powell en Beukie allemaal. Ja, dat was echt mooi. Heel mooi. Dus zo ben je fucking gerold. Zo ben ik in de voetbal terechtgekomen. Ja, is toch... Want ik bedoel, en die periode bij de Graafschap, dat was ook, natuurlijk, spul opbouwen,
Maar ook een hele roerige periode meegemaakt natuurlijk. Nou, in het begin een hele mooie periode. Ja, ja. Vooral, ik had Han Berger was onze technische directeur. Fantastische vent, ook een charisma jongen. En Han was één dag algemeen directeur. En toen begonnen ze al van, ik wil dan Vree en dan wil ik Vree. Dus Han tegen me, dat geneuzel, dat ga ik niet doen. Ik doe alleen maar technisch. Nou, dus toen werd Cor financieel met alles eromheen. En ze wilden hem in persen hebben, toen werd ik commercieel. Dus had je drie directeuren bij de graafschap. Ja, dat is wel een beetje kind met een waterhoofd. Ja, hè? Ja, 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 ja. Ja, en toen sloeg het noodlot toe in maart. Thuis tegen Willem II. Luin gefloten, papierpropjes op het veld. Ja, ja. En ik zat naast Cor. En ik zeg tegen Cor, die kost ons weer geld. En godverdomme, de volgende dag ik ging naar Feyenoord NEC. Ik was net bij de parkeerplaats de Kuip op. Telefoontje. Ja, Cor was overleden. Ja, toen bij elkaar. Godverdomme nou. Ja, en toen zag de wereld er ook in één keer heel anders uit. Ja, dat was heel heftig. Ja. En toen zei Han en ik tegen elkaar van, hoe gaan we dat doen? Want we waren er met z'n tweeën over. En toen zei hij van, ja, misschien moeten we gewoon een controller aannemen. Dat is goedkoper. En dan gaan we met z'n tweeën verder. Als directie. En zo hebben we dat gedaan. Ja, en toen ging Han, ja, in de joren, weet ik niet precies hoe het zat, maar Jan, of Han ging in één keer naar Australië. En toen kwam de opvolger Leen Looijen. En met Srekovic en ja, al die kazen. Ja, ja. Ze werden, dat was ook wat zeg. Leen met de technische man. Ja. Ja, en toen op een gegeven moment werd Leen weggestuurd. En toen was ik alleen nog commercieel. En volgens de licentie moet je een algemeen directeur hebben. Of in ieder geval, of anders twee. Ja, en toen zei Henk Sweers van, dan word ik maar algemeen directeur. Ja, ja. Maar ik kun niet meer verdienen, want we hebben geen geld. Nou, oké, okay. Ja, ik zei, dan doe ik dat wel. Maar ik zag dat totaal, ik zag dat hele gevoel niet van in. Totaal niet. En toen hebben we een nieuwe technische manager aangenomen. Dat werd toen Ronald Vromans. Was dat inderdaad zo? Hij zei van, joh, weet je, dan doe ik dat wel. Ja, maar ik deel heel veel. Hè. Gewoon een beetje naïef ook eigenlijk. Ja, gewoon naïviteit. Ja. Maar ik deel heel veel. Ik denk, ach, er verandert niks hoor. Maar ja. Ja, naïviteit en loyaliteit. Ja, precies. Ja, ik was te goed voor de club. Ja. En achteraf, ik had natuurlijk nooit meer te doen, maar ik vond ook geen zak aan. Maar, en toen kwam Ronald Vromans, ook een goede technisch manager. Ja, ja. Ja en toen namen wij de verkeerde trainer aan. En toen Piet Huistra? Ja. En, maar best weten, we hadden een gesprek met alle Alfons Groenendijk en Pieter Huistra. Nu maar zelf schoon te praten. Maar mijn voorkeur ging uit naar Alfons. Mm-hmm. Want dan zeiden we van, Pieter had een hele mooie hotelkamer afgehuurd in het hotel. Een hele presentatie gemaakt. Nou, dat zag er goed uit. En Groenendijk kwam binnen te laat binnen. Sprintend op de trap. Typisch en, denk ik, hè? Typisch. Typerend, ja. En toen zeiden we van, hoe zit zo'n schema eruit dan? Ja, hoe zit zo'n schema eruit van trainen? Ik doe alles op gevoel. Één keer met 5-0 winnen. Kan zondag zeggen, of met 10-0 verliezen, kan ik zondag van zeggen van morgen trainen. En anders zeg ik van 3 dagen, ik wil jullie gewoon niet zien. Alles op gevoel. Oh, dat sprak me zo aan. Nou, uiteindelijk is Pieter Huistra geworden, met alle gevolgen van die. Ja. Ja. Ja, en toen kwam natuurlijk het publiek. Lichtpuntjes. En ik vind het goed, ik opende nog vak 31 met z'n allen, met veel trots. Ja. En een goed half jaar later moest het vak dicht. En ik moest heel veel dingen doen. Ik was zelf ook geen liefde voor. Maar ik moest heel veel dingen doen. Ik moest mensen een stadionverbod geven. Ik moest dingen doen onder druk van politie. Ik vond het wel anderen. Op eigenlijk. Hè? Ja, waar ik zelf ook niet achter stond. Nee. Ja, en toen, toen voelde ik toch geen zak meer aan. Nee, goed. En toen denk ik van, nou, en toen, supporters waren klaar met min. Nou, en ik was er ook wel klaar met. Dus toen heb ik de handdoek in de ring gegooid. Ja, ook niet zo gek eigenlijk. Nee. Ik ben altijd wel bij de gaas gebleven. Maar je bent toen weer commercieel geworden, toch niet? Heel even, omdat de investeerders zeiden, ja, we moeten wel iemand hebben die onze belangen nog een beetje behartigt. Ja. Dus heb ik nog even commercieel gedaan. Tot het einde van het seizoen was Volendam, was mijn laatste wedstrijd. Natuurlijk de mooiste wedstrijd van de geschiedenis, vond ik. 2015, Ja, dat was geweldig. En dat was ook was 31 mei, was tevens mijn laatste werkdag. Mm. Nou, en toen kreeg ik natuurlijk met onze financiële man toen een paar akkefietjes. En toen zei Martin Mos van, nou, ik vind, je hebt zoveel voor de club gedaan. Ik kreeg 2 kaarten voor het leven en ik hoop dat alles... In goede overlegging. Nou, ik ben altijd nog hier gebleven. Goed contact gehouden met investeerders. Want ik heb toen ook de Special Olympics gedaan. Ja. En daar heb ik al die sponsoren ook moeten benaderen. Was dat? Ja. Ja. Die was toen voorzitter. Ja. En toen heb ik Clemens van Lent gevraagd van, wil je geen hoofdsponsor worden bij de Special Olympics? Ja. Nou, en zodoende, dat is wel een heel mooi verhaal. Clemens van Lent is van de Flex Factory. Van de Flex Factory. En Sesing, personeel, stond op het shirt van de Graafschap. Ja. Ik zat toen bij Heerenveen. En die hadden opgezegd. En ze zijn de heer van de Graafschap. Oh, jammer, dat stopt. Kloor. Niet eens van,
wat kunnen we nog doen om jullie te halen? Dat schot bij Clemens zo het verkeerde keer op. Toen kwam ik van, wil je geen hoofdsponsor worden van Special Olympics? Toen gingen we naar de Graafschap om de openingsceremonie in het stadion te doen. Toen vroeg ik van, wat kost dat aan huur? 50.000 euro. Mensen met een beperking, hè? Met een verstandelijke beperking. Nou, helemaal geen... Nee, ik denk, hoe doe ik dat nu? Leven, ja. Nou, en denk, een maand later bel ze op. Kun je nog één keer praten? Je mag stadion voor niks hebben als je een hoofdsponsor vindt. Ik zei, oké, en hoeveel moet die hoofdsponsor betalen? Nou, dan dat. Ik zei, dat ga ik vinden. Dus ik gelijk Buter Clemens gebeld. Ik zeg, Clemens, ik wil vanmiddag even lunchen. Toen zegt Clemens, goed, wil ik Ferry in de Honderhoek bij hebben. Nou, toen hebben we gezet. En toen hebben we gezegd van, zullen we nog één keer met z'n allen de schulden zonder de graafschap zetten? Nog één keer? Ja, ja. Ja, zo is dat echt gegaan. Ja. En ik zei, ja, dat wil ik best wel doen, maar ik ga niet leuren. En voor de Special Olympics. Nee. En voor de graafschap. Maar dan kom je bij dezelfde. Ja, ja. En ik zat nog bij Heerenveen. Dus ja. Ik zeg, dat kan niet. Toen gingen we op een zaterdagmorgen, Ferry, Clemens en ik naar Martin Mos. Hij had het idee uitgelegd. En toen zei Clemens, maar dan doe het toch heel simpel. Dan benader je die mensen en een deel van waar je geld bij binnenhaalt, doe naar de Special Olympics. En zo is het herenboerenconcept ontstaan. Van we zoeken een paar grote jongens, er zit een maatschappelijke component in. En zo hebben Ferry, Clemens en ik de herenboeren opgezet. En ja, met alle, ja, het is nog steeds. En zo is het ontstaan. Was nog de laatste, zo nog één keer met z'n allen de schulden zonder zetten. Ja, dat was toen in die roerige periode. Martine zelf was de, Edwin van Wonderen was de... Eigenlijk was het dan zo dat je waren niet kloon met de graafschap, maar je waren ook kloon met de inhoudelijke werkzaamheden die je eigenlijk voorneemt. Ja, en het gezeik. Ja, goed. En het gezeik. Zoals nu, van commissie, dat vind ik leuk om te doen. Ja. Daar haal ik energie uit. En als je iets doet wat je leuk vindt, haal je altijd energie uit. Ja. Maar ja, dat geneuzel... Oh, daar heb ik helemaal geen zin in. Dat was toen ook wel heel hectisch. Ook met Koevorden was toen gebeurd. Ja, oké. Hoe kwamen ze dan bij jou uit, Henk, voor die Special Olympics? Omdat ik na de graafschap... Bij meer zat, denk ik, of niet? Heb ik even bij meer gezeten. Ja. Meer wilde meer commissie. Maar ik zei, oh, dat ga ik geen 5 dagen in de week doen. Want dan word ik helemaal gek. Dus toen heb ik dat gedaan. Maar ik had altijd een goede band met Peter Drents. Ja. En met René van Gils van het Graafschap College. Ja. Ik ken hem wel. En Peter Drents zegt, onze wens is nog een keer om Special Olympics hier te halen met de binnen. Ja. Ja. Maar we hebben geen geld. Zo, dat kun je bekend verder met de graafschap. Dus ja, en zo hebben we een bidboek gemaakt met Graafschap College als financier. Ja. De stem van de Vijfberg is ook niet heel kapitaalkrachtig. Hè? Nee, dat klopt. Ja, maar wel mooi. En toen haalden wij de Special Olympics binnen. Ja. Ja, dat, en heel iedereen natuurlijk voor het karretje gespannen. Guus Hering, Klaasje Huntelaar, iedereen meegenomen. Dat zegt Thomas Neertegen, hè? Ja, dan hoef je de mensen ook niet veel over te spelen natuurlijk. Ja, en toen kregen we hem. Alleen ik zat bij Heerenveen toen. En toen ging ik net weer weg bij Heerenveen, want ik kreeg een fietje met de directeur. En hij had nou eenmaal wat streepjes meer dan ik had. En toen zei ik tegen, hij wil graag verlengen. Ik zei, nou, maar dat wordt niet wat. Dus daar schrok ik heel erg van. Nou, toen heb ik Special Olympics gaan doen. Toen met de organisatie, eerst de bidboek, toen zei ik en toen dit. Ja, Special Olympics, fantastisch. Echt. Ze sliepen op Marveld. Arriva, geweldige paarden. Alle bussen geregeld. Ik heb het ook een beetje gevolgd voor de krant. Dat was echt een mooi evenement. Nou, maar proosten. Ja, nou, dat doe even tussen deur. Dat doe altijd, hè? En Henk, die doen ook altijd echt proosten op de promotie. Dat doe iedere keer. Ja. We zien wel. Ja. Het kan maar zo, hè? Het kan maar zo. Maar goed. Heerenveen. Dus... Een heel lang traject eigenlijk, hè? Uiteindelijk de Special Olympics. En toen toch weer terug bij de graafschap. Ja. Is dat dan toch iets van wat ook niet los kan laten? Ik denk het. Het wordt hart toch licht en wordt toch en ook energie in wil besteden. Toch zeg clubliefde toch? Ja, loyaliteit. Ja, nee, support hem ook. Een aantal sponsoren zijn nu ook inmiddels vrienden geworden. Ja, met de naam Ferry Nol. Maar ja, dan kom je elkaar toch weer tegen. Mm. Ja, en ik was toen bij Heerenveen weg was, ik had een hele goede band met de hoofdsponsor van Heerenveen, GroenLeven toen. En die had, ik zei altijd tegen hem, een hoofdsponsor gaat op een shirt staan als laatste redmiddel. Mm. Nou, Energieflex bij NAC en bij NEC. Ja. En het is klaar, bij Groningen hebben ze het meegemaakt, overcenter. Ja. Of je gaat op een shirt staan en je wordt met een aantal jaren verkocht. Ik geloofde er niks van wat ik zei. Ik zei, nou, let op. Is dat inderdaad, ja? Is dat de trend? Ja? Dat is echt wel een trend, hoor. Jezus. Ja, let maar eens op. En wat gebeurt er? Grappig, ja. In het tweede jaar wordt zijn toko verkocht. En niet te zuinig aan een Duitse energiebedrijf. Jezus. En ik loop helemaal binnen. Mm. En zeg van, nou, we zijn alle uitwedstrijden gingen samen met hem, met zijn zoontje. Ja.
Alles deed ik samen met hem. Hij zegt, maar we gaan samen een bedrijfje beginnen. Ik heb natuurlijk geld zat. En hij zei, doe één bv'tje, doe ik jou en dan doe een beetje sportreizen, dat. Nou, hadden we alles opgetuigd. En nou, we begonnen. En toen zeiden we, ja, ik zeg, en de Gaasgap heeft ze ook gemeld. Daar wordt de Gaasgap onze eerste klant, zeg. Dan vuren we jou aan de Gaasgap. Dat werd onze eerste klant. Nou, goed. Maar dat was op papier 24 uur. En toen kwam de corona. En toen zei hij, toen, ja, er konden met sportreizen niks meer doen. En ik was bijna iedere dag hier. En toen zeg ik, ja, ik heb het idee dat ik de Gaas een beetje sponsor ben. En toen zeg ik, helemaal Enting, is wel een beetje gevaarlijk, de constructie die we hebben. Ik, misschien kunnen we helemaal fulltime terugkomen. Is dat Aquario? Ja, 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 Aquario. Ja, Aquario Sport en Commercie. Ja, klopt. Ja, ja. Je klopt de hoogte. Ja, dus jezus, zo doe ik. Ik heb me voorbereid, jongens. En toen ben ik, heb ik mijn aandelen teruggedaan. En, nou, en toen ben ik hier gegaan. Ja. Ja, en ik heb nog heel veel contact met hem, hè. Ja. In Leeuwarden, ja. Is dat in al die jaren, zeg maar, het enige waar je spijt van gehad hebt? Dat je door, in die periode dat je algemeen directeur was? Ja, had ik nooit meer te doen. Dat is het enige ook, dat je zegt. Er is altijd... Nah, je, of heel, nee, maar ik was aan de broodtafel gezegd en dacht van, nou dan, hè. Wat moet ik doen? Moest ik iemand stadion vanmorgen geven en dan zag ik wat ik gedaan had. Ja. Zo kijk ik aan de supporters tegen me. Mm-hmm. Maar Han Bergen had altijd één gezegd: zorg dat je spijt krijgt van de dingen die je gedaan hebt en niet van de dingen die je niet gedaan hebt. Dat is waar, dat is ontzettend waar. Ik had er achteraf nog moeten doen. Nee, maar nee, okay. Dat is ook een beetje de je wordt ook kwaliteit ten volle benut natuurlijk. Hè. Dat is dan net niet. Nee, dat ben ik niet tactisch genoeg. Nee, precies. En dat is niet erg, hè? Alleen. Het geeft wringen op een gegeven moment. Ja, en ik heb natuurlijk een hele slechte eigenschap. Ik kan heel moeilijk nee zeggen. Ja, en dan probeer je iedereen een beetje te vinden. Dat doen ze ook hier. Ja, precies. Nou ja, dat kan precies goed. Ik moet niet trainen vooral. Eén kopje. Ja. Nee, dat klopt. Dus, nee, maar daar heb ik wel echt spiet van. Ja, daar heb ik niet moeten doen. Ja, ja. Ja. En stel de Hans Stijn weg en zeggen van, zo, nou, dat doe ik absoluut niet. Nee. Volgende heb je ouwe van, wil eens een keer met maken. Mag dat? Ja, tuurlijk. Hij kan geen nee zeggen, dus. 25 jaar in Mari. De volgende heb je ouwe. In de supporterskantine. Wat is dat? Ja, veel zaken doen hebben we dan. Ja, dus met Eiter erbij. Met Eiter, ja, ken het. Nou, ja. Onze horecapartijen presenteren zich. Doe een modeshow met 0314 met spelers. Serieus, ja? En spelersvrouwen. Ja, doen we hier. Grappig. Ja, 25 januari. Maar alle spelers zijn erbij, ze veren uit. Bij podcast natuurlijk. Ja, zo woensdag. Oh, dat is ook dan woensdag. Wie wil de spelers erbij hebben? Ja. Dus, en dan kun je op donderdag natuurlijk niet. Nee. Jezus, ja. Hey, die slaan we op. 25 januari. Ja, 25 januari, mensen. Toen hier weer fulltime bezig was, hè? Of toen bekend werd dat je toch hier weer in dienst kwam, hij toen nog tegenwerking gehad, niet intern misschien, maar hij er nog wat gekke dingen over gebeurd. Van. Ja, volgens mij was Martin zag het in het begin niet zo zitten. Nee, toch niet, nee. Nee, en Martin is een type, dat vind ik wel mooi, ik kan zeggen gewoon wat ik denk. Nou ja, dat is ook een beetje... En ik ook. Nee, maar precies, ja. Daar kun je elkaar in de spiegel langetje natuurlijk. Maar Martin had er niks tegen hoe. Maar ik vind mensen die weggegaan zijn, moeten gewoon niet meer terugkomen. Ja, dat had hij met Mark Diemers bijvoorbeeld. Dat zei hij. Ja, maar dat is ook een beetje, denk ik, het oude gezegde, hè, van ik kreeg nooit meer wat je had. Ja, dat kan. Dat kan. Ja. Maar Hans Martijn heeft zich zo hard gemaakt. Ja? Volgens mij is zelfs zijn positie eraan verbonden. Ik zeg, van, als je dat niet doet, ja. Dan stop ik ook met. Ik snap het wel. Hans Martijn was natuurlijk zo druk met de commissie. Want Jelle was ook nog een keer weg. Ja, dat kan ik er dadelijk allemaal gaan doen. Ja. Ja, ja. Dus die had zoiets van, als ik de bloemen neerzet, dan heb ik er geen omkikker naar. Ja. Nou, en zo, nee, Martin was geen voorstander van. En maar hij had er geen spiet van gehad, hè? Nee, oké, maar toen hij dus jou zei, hij had ook nog zo'n yes momentje gehad, of niet? Nee, want ik heb zelf ook al getwijfeld of ik toch moest wel, doen. Toch wel, ja. Ja. Ik heb zelf ook al getwijfeld of ik moest doen. En deze keer geen spiet? Nee, nog niet. Ah, nee, maar ik denk dat alleen maar, weet je, daar wordt zo mee begonnen straks eigenlijk, hè? De groei van het hele business. Ja, maar dat is ook wel een beetje, wat ik nogmaals zei, een beetje toevalligheid. Ja, oké. Okay, en dat we nu wel een heel goed team hebben die gewoon alle afspraken nakomen. En dat is wel heel blij. En dat was in het verleden wel eens anders. Mm. Ja, maar ik denk dat toch. Dat was door de drukte, door de hectiek, vergat je dingen. Ja. En want dat is slecht. Als hij, weet ik voor loop en de naam Henk Bloemersveld, nog gebeurt dat. Ik heb het niet altijd daarvoor als ik iemand tegenkom. Nee, dat doen we niet. Af en toe maar dan maar zeggen ze ook, dan, ja, weet je, ja, wie kent Henk Bloemers niet, zou ik bijna zeggen. Dat is toch... Ik kan positief en negatief. Nee, want oké, maar goed. Weet je, want je hebt wel eens over cultuurbewakers, hè? Ben je ook een soort cultuurbewaker bij de Graafschap dan? Nou, ik heb denk ik wel blauw wit bloed is overdreven, maar ik ben zo lang, op het top. Ja, ja, ja. Ja. Ja, dat heb ik, en
Ik ken denk ik alles. En dan heb je ouders ook al samen Rob meegebrengd bij de deur. Nou, en ik denk 9 van 10 ken ik ze allemaal. Ja. En zo hoort ook, hè? Die hoeven zich niet meer voor te stellen wat, van... Wat weet je het mooiste is van onze voetbalclub? Ten opzichte van iedere branche waar jullie werken, is de enige tak van sport die iedere 14 dagen gewoon alle klanten in nu zet. Ja, dat klopt. En er kan geen andere branche kan dat zeggen. Nee, dat is inderdaad. Dat is wel een lastige wedstrijd. En daar moet je ook gebruik van maken. Hè. We hebben ook taken verdeeld met de wedstrijden. Wie doet wat? En wie weer welke groep? En wie loopt waar rond? Ja. Maar ook, Hans, je had het over de groei van de business club. En Henk zei er ook al van, ja, de komende periode dat groeit nog steeds deur. Nou, zijn er ook berichten, zeg maar, deurgecijbeld over, laten we zeggen, begrotingstekort en dergelijke? Ja. Kun je dat op die manier ook, ja, dichtfietsen, maar hoe zien jullie dat? Ja, toen ik dat hoorde, baalde ik wel een beetje, want we hadden natuurlijk commercieel gigantische plus ten opzichte van de begroting. Dus toen dacht ik, godverdikke, waar zou al dat geld gebleven zijn, wel? Maar goed, ik heb begrepen waar het ermee zit. Nou, we hebben natuurlijk een paar trainers weggestuurd. Ja. Helaas. En die andere krijgt nu ook weer een jaar de kans bij Willem II, niet te geloven. Ja. Maar goed. Die zal promoveren met de Zet. Dat zal er niet gebeuren, nou wel. Nee, dus de NOW is blijkbaar te ruim aangevraagd. Ja. Maar je moet ook realiseren dat het jaar daarvoor hebben gigantische winst gemaakt van 1 miljoen. Ten opzichte van nu 500.000 verlies, is altijd nog 500.000 winst. En komend seizoen, ja, willen we op die begroting uitkomen, op een winst die we begroot hebben. Ja, dan zal er wel iets aan het uitgavenpatroon gedaan moeten worden. Terwijl de inkomsten, commercieel zitten we nu op 4,1 miljoen. Dat is echt heel veel geld op binnenhalen. Alleen, je moet ook realiseren, we hebben 30 contractspelers. Hè? Ja. En dat is wel heel veel. Hele grote staf. Alleen, iedereen zegt dan, dan moet je snijden. Maar ik had het vanmiddag met Adrien nog over. Maar iedereen moet zich ook realiseren. Je moet ook zien als een investering. Want we hebben Camille Negli, Bertijn, Haan, Ornaal. Allemaal met contracten. Ja. Ja. En als we die niet hebben, lopen ze allemaal voor niks weg. Ja. En dat is in het verleden gebeurd. Ja. Ja, nu liggen ze vast. Ja, dan moet je ze ook betalen. Hè? Ja. Anis moet betalen omdat hij ingevallen is. Die krijgt daar een bonus voor. Terecht. Maar dat is wel kapitaal. Ja. En zo moet je het ook zien. Hè? Ja. En dat is wat Peter Bijvals ook zei. Het is van die 30 zijn er behoorlijk wat jeugdspelers die allemaal een contract hebben gekregen. Ja. Maar dat is natuurlijk wel aan de andere kant zo van, dan lopen ze al veel te veel contractspolers dit en hier de breed door lang. Maar als de jeugdspolers voor een appel en een ei of nog minder de deur lopen, zeggen ze, oh, we hebben geen contract. Nee, precies. Dan zeggen ze, oh, is typisch de graafschap. Laat ze weer van niks lopen. Ja, maar dat uitspraak, die horen we al jarenlang. Ja, dat is anders. Dat zeg ik zelf ook wel eens. Dat is gewoon zo. En dan met dit, de spullen wat we nu hebben, dat is goud. Poort op slot, binnenhollen. Echt? Nee, hoeft niet binnen te hollen. Als er goed gevulde... Nee, voorlopig even binnenhollen. Ja. Als we bij Kruiwaard komen, dan... Dat is goed geld wezen. Ons helpen aan de promotie en daarna... Ja, of verkopen kun je ook doen, hè? En nog even terughuren. Dat is ook een optie. Of verkopen met een goed doorverkooppercentage. Dat moet je altijd doen. Ja. Daar was Heerenveen een meester in. Ideeën die worden hier gewoon toon. Gerry Hamstra was een meester in de verkoop. Altijd doorverkooppercentage. Dumfries ging van ons naar PSV. Was de Heerenveen. Doorverkooppercentage. Och, ongelooflijk wat er gecashed. Ja. En dat is nu... Aan Peter Bijvals, als je iemand verkoopt, dan is Peter wel toevertrouwd. Doorverkooppercentage. Hadden we dat toen met Branko van de Bomen mogen doen? Ja, maar... Wordt het nou heen kan? Maar dat soort voorbeelden die hij... He, ja, maar daar is de klaas op een neid. Ja, maar zo'n voorbeeld moet je nooit meer doen. Nee, maar... Want we hebben hem extern laten financieren, Branko van de Bomen. Ja, oké, dat is wel weer zo. Daar heb ik heel... Ik heb al die... Ik ken ze dan. Ik heb er heel veel benaderd. Van, willen jullie helpen om Branko van de Bomen binnen te halen? Is goed. Niet wetende wat de clausule in zijn contract was, wist ik ook echt niet. Ja, nee. Precies. Ja. En in principe zou hij bij niet promoveren voor hetzelfde geld weg kunnen. Ja. Dat was een half ton. Ik heb al vaak gezegd, dat is het grootste verlies van wat we op de Graafschap hebben geleden, behalve het feit dat we niet promoveren, is het verlies van Branko van de Bomen. Vanwege die clausule. Want anders had hij nog een jaar bij ons gevoetbald. En hij heeft voor goud. Hij heeft voor 1,5 miljoen kunnen verkopen. Ja, zeker weten. En nou ging hij voor 3,5 ton. Vestzaak, broekzaak, ging hij weer de deur uit. Ja, voor hetzelfde geld. En dat geld ging weer terug naar de investeerders. Waarschijnlijk. Ja, en heel geluk. Die investeerders waren niet blij. Maar heel veel aantal hebben gezegd, laat maar staan. Laat maar staan, dat er weer zo'n kans verder. Laat maar staan. Dat is ook die loyaliteit. Ja, dat is ongelooflijk. Nee, maar dat soort, zeg maar,
Het is wel goed dat dit soort dingen ook eens keer benoemd worden. Want je hoort en les vaak staat van, ja, die branken van de bomen, ja, nee, die gingen we even een appel naar die deur. Maar dat is de emotie, daar zit een heel verhaal achter. Ja, maar dat is de emotie. Ja, ja, en, ja, en niet wetende van hoe het exact. Maar af en toe kun je niet alles vertellen. Nee, dat is fijn. Weet je, want je bent ook nog vrij transparant natuurlijk. Ja, ik denk, je moet juist heel open. Waarvan je denkt van, oké, dat is mooi, hè, dat pik je niet met. Maar ik snap ook dat je in de bedrijfsvoering ook transparant wat je woord kunt natuurlijk. Je kunt niet alles. Dus dat, maar goed, dat is goed dat dit even. Nee, maar ik zie het met Simon en Alex. Dan zegt iedereen, oh, die verdienen bakken met geld. Ja. Nou, nee. Neem voor meer. Ze hoeven het niet meer te doen voor het geld. Nee. Maar ze doen puur voor, denk ook voor de club. En tuurlijk verdienen ze wel wat. Maar belangen niet naar wat de rest misschien verdient. Nee. Dus ik vind dat geschreeuw en dat groep, dat vind ik wel jammer. Maar goed, dat is de emotie. Ja, maar dat is het. Ja, en dat vind ik ook weer mooi. Maar als er geen emotie is, heel veel grote problemen. Ja, maar dat weet eigenlijk iedereen. Want wat hun eigenlijk verwachten, dat kunnen we het dan niet betalen, laten we eerlijk zijn. Dus natuurlijk weet je gewoon dat ze minder verdienen dan bijvoorbeeld dat een andere. Ja, tuurlijk. Ja, maar sowieso een andere club zullen gaan. Alexander Buten bij Alexander Buten op de oprit kijkt, daar zit de hele begroting van de Graafschap. Ja, maar zou eerder verwachten Alexander Buten als een club zullen gaan hebben. Zullen we niet? Ik maar hij toch. Jongen, je hoeft ze maar, Simon, Alex, je hoeft ze maar te vragen. Het was eerder met Heren en Tetje, met Heren natuurlijk nog zo. Er waren de boegbeelden en dan moest ook overal maar zo opdraven. Niks was hun te veel. Nee. Niks. En dat is bij Alexander en Siem, idem dito. Dat is verwacht. Ja, ik ken ze niet. Nee. Ik ken Siem een beetje vaag, want ik ken Luc heel goed. Ja, oké, ja. Siem ken ik een beetje vaag. Maar ja, ik weet niet. En hun vader? Ja, dat is toch? Jos? Ja, die ken ik natuurlijk omdat Jos zat in mijn periode in de FC. Ja. Dus die ken ik wel. Ja. En Luc, daar ben ik bij betrokken geweest bij die transfer. Dus zodoende dat ik Luc wel goed ken. En ik kwam ze wel eens tegen in de stad, hè, want dan hoorden die jongens zoals Siers en zo. En Jordi van der Kracht waren allemaal vrienden van ze. Ja. Maar ik had het niet verwacht, denk ik. Klaas-Jan ook. Ik kwam gewoon geregeld tegen de stad. Ja. 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 Heel normaal. Ja. Heb je de mooiste job van de wereld, denk ik? Ik vind van wel. Ja? Ja. Ik heb de meeste vrijheid. Eden Hans. Hoe zoek je God ik ook in de bier zo langzaam als wel. kan het ding uit. Sorry. Hoe gaan we dat aanpakken? Ik ben linkshandig. We hebben allemaal blauw wit bloed en allemaal blauw wit DNA, dus een mik allemaal niet. Nee, maar transparantie dus, hebt het over, hè? Ja, oké. Okay. Ja, nee, dat is heel transparant, ja. Nee, maar aan hoe terugkijk, weet je heel lang wie die Graafschap doet. Gooi je ooit weg hier? Ja, zeg nooit. Hij wel eens een idee van, goh, dat zou ik nog wel eens een keer willen bereiken. Jawel, ik heb nog wel één mens. Ik zal ooit nog wel eens bij trainen. Nee, dat niet. Nee. Vind ik wel leuk, hoor. Ja, oké. Okay, en af en toe denk ik van, oh, laat me maar even een keer doen. Maar goed. Nee, ik zal nog wel een keer bij een club willen werken wat Europees voetbal heet. Dat lijkt me nou wel een keer leuk. Hmm. Ja, Heerenveen had ik toen niet. Kun je wachten. Ja, moet ik wel heel lang wachten, denk ik. Ja, maar dat lijkt wel heel mooi. Ja. Al die Europese regels die je hebt met sponsoring en dat soort dingen. Ja, dat lijkt me wel een keer mooi. Andere wereld. Ja. Dat zou ik nog wel een keer met willen maken. Ja. Ja. Maar voor de rest, ik zit prima op de plek. Ik ben een Achterhoeker en ik woon lekker in de buurt. En die ambitie die vroeger hadden van ik wil dit en ik wil dat erachter zo lang verbeteren. Ja, maar goed, hij had ook een beetje met Leipzig te maken. Alles met Leipzig. En waar je mee gemaakt hebt natuurlijk. Volg je pak ze ook nog een beetje of niet? Jazeker. Nee, ja, ZSC is natuurlijk mijn club, zelf, daar ben ik groot gebracht. Maar pak ik 10 jaar lang voetbald, in de mooie tijd, met Edward en Timo en Erwin te Katen. En al die jongens die afvielen bij de Graafschap gingen door voetballen, Rudy Vonk, Martijn Klaasessik. Hele mooie tijd gehad. Alleen, dat doet me wel pijn was er nu, want ik zie ze volgens mij gewoon in vierde klas voetballen. Ja, dat is ook... Ze hebben geen mentaliteit in de ploeg. Dat hele amateur, weet je, als je ziet dat VVG in de tweede klasse speelt, hè. Ja. Dat is ook een hele kintering deur gemaakt. Hè. Ja, dat is vakvolksbewegingen. Hé, je weet wie de trainer met VVG dan? Ja. Onze Ties. Ties Evers. Ja. Ties Evers. Ja, ja. Ja. Terug op het nest. Maar Ties Evers, over druk gesproken. Ties was een hele goede jongen, rechtsback. Kreeg een contract. Dat contract is uitgelekt. Ja, maar hij had een goed contract, hoor. Ah, een fantastisch contract. Ja. Maar dat is uitgelekt op een of andere manier. En op dat moment was het helemaal gebeurd met hem. Je kon die druk niet aan, want iedereen verwachtte zoveel van hem. Ja. Dat vond ik zo sneu van een jongen. Ja, dat was echt, want volgens mij was die oranje wel een hele goede bek. Die speelt, een hele goede bek. En het andere oranje? Ja. Volendam? Ja, Volendam daarna, In Amerika, hè, zijn alle van de spelers wat ze verdienen, staat allemaal netjes al gedocumenteerd. Hè. Ja. Kun je zo opzoeken. Ja, maar die hebben al salary caps, hè? Dat doen ze hier alleen met de show. Dat was laatst op televisie, of laatst. Dat je terug met Sondagsmorgen zat hier. Goedemorgen, Eredivisie. Was zijn keeper, hoor. En nu ben je Vitesse gekeept.
Dat was ook Veldhuizen, keeper Piet. En? Eloy Rom. Ja. Ja. Hij was keeper van Jorgen geworden. En stond gewoon als tweede 1,2 miljoen verdiende. Echt waar? Dat is wel een salary cap. Ja. Daar hebben ze in bij Al Nasser hebben ze dat niet, hè? Al Nasser niet, nee. 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 Maar hebben ze wel een buitenlander te vallen, als ik vanmiddag. Ja, dat klopt. Hij mag niet spelen. Hij mag niet voetballen. Nee, maar stel het ze hebben 9 buitenlanders op de loonlijst. Dan mogen er maar 8 zijn. Dus er moet eentje moet erop wieberen. Maar ze moeten eerst even koveren, het helemaal voetballen. Hebben ze een andere kriebus uit Georgië, hebben zo gezegd van op. Die kunnen alle wereldproblematiek oplossen. Oh, echt waar. Die kunnen de hele wereldproblematiek oplossen. Hij zegt ook nog, ik doe het niet voor het geld. Nou ja. Nee. Hij is ook niet werken voor het geld. Nee. Nee, ben toch gek? Contacten. Ja. Nee, hij is onder de indruk van de ambities van de club. Kom je daar gewoon geloofwaardig aan? Dan ben je transparant, hè? Ja, transparant. Dat is een paradijs op zichzelf geworden. Ja. Ja, ja, dat was een goede sportman natuurlijk. Maar. Jee, maar je hebt het laatste jaar wel heel veel voor zichzelf verkloot. Oh ja, nogal. Grote waanzin is dat. Ja. Maar als je één is wie er alles veel af heeft voor zijn sport, ja, dan is hij dat. Oh, ongelooflijk. Als ik ja, zie, dat ik had dat. Ja, is echt wel een altijd af. Ik had niet zo wasbordje op je 37e. Die ook niet. Nou, daar had ik op je 19e. Ja, nou, allemaal wasbordjes. Alleen ja, allemaal goed verborgen. Ja. Nee, maar goed. Weet je, we hebben, weet je, dit zijn de uitspattingen natuurlijk. Ik bedoel, of de uitzonderingen. Maar wie moet het gewoon in de marge doen natuurlijk altijd, hè, als de Graafschap. Ja, zeker in de marge. Ja. Het is echt, iedere euro is er één. Ja, echt, hè? Ja. En zoals nu, dan hebben we een tekort en dan gaat iedereen zich weer zorgen maken. Ja, ja. Kunnen we nog nou, goed ze betalen en dat soort dingen? Nou, daar had ik hier ook staan, hè. Van wat kreeg je door van Met? Van, ik noem het dan onrust, hè. Dat is een beetje, hoe noem je dat nu? Ja, kort termijn, ik kan maar nieuws. Maar die onrust neem ik het maar eventjes. Kreeg je er ook nog wat van Met, Henk, of niet? Of hij is zoiets van, weet je, de commerciële tactiek? Nee, natuurlijk hadden we wel mee, want sponsoren vragen er ook naar. En je moet ook verplicht zijn precies, om ze uitleg te geven. Ja. Want ik vind dat sponsoren investeren in de club. Mm-hmm. En dan hebben ze ook recht op te weten hoe we ervoor staan. Ja, maar als geld die... natuurlijk. Ja, maar als die ook even gaan, dat gebeurt niet. Ja. Maar je gaat toch ook geen geld investeren in een vierde bende. Dus je moet wel sponsoren uitleggen en ook de zorg wegnemen... dat de continuïteit van de Graafschap altijd gewaarborgd is. Want dat is natuurlijk heel belangrijk. Geloven ze dat? Jawel, als je goed verhaal hebt, geloven ze dat wel. Dat heb jij, hè? Nou, ik heb... Ja, goed verhaal. Nee, maar dat is ook... Maar je moet het wel kunnen onderbouwen. Nou ja, ik zou als investeerder of als sponsor, hè, weet je, die toch geld uit het bedrijf in beschikbaar stellen in de club. Zal ik me dan ook, dan denk ik van ja, weet je hoe, wanneer kom je dan geloofwaardig over? Hè? Is dan ook die volledige transparantie er? Of is het ook waar ik wie mag en kunt? Nee, want je kunt, kijk, we zijn ook een BV, hè, dus de jaarrekening moet toch ook nog gedeponeerd worden, dus iedereen kan hem ook zien. Ja. Nee, maar je moet gewoon, vind ik, je moet het voor zijn. Ja. En daarom vind ik het jammer. Want wij hebben volgens mij vorige week pas gecommuniceerd officieel via onze kanalen. Ja. En daarvoor is het alweer uitgelekt. Ja. Via welke kanaal dan ook. Ja. We hebben daar wel een idee van, maar goed. Omroep Gelderland. Dat is gewoon jammer. Werd een bronnetje. En dan wordt er weer, van de maat, en die maken hun eigen verhaal. En als je zelf communiceert, heb je de regie zelf in handen. Kun je gelijk bij argumenteren. Ja. Van wat is, want maar ik loop je niet achter de feiten aan dan? Is dat een leermomentje? Ja, en dan moet je een afslag maken. Maar als ze gelijk wordt, dan zie je dom als verder believen. Ja, maar ze hebben toch ook op Twitter heb ik het gelezen, de hele, dus alle cijfertjes. Die, ja, de jaarrekening. De jaarrekening, ze hebben alle cijfertjes. Ja goed, maar dat is ook, is dat dan heel bijzonder dat gebeurt? Want ik kan niet voorstellen dat andere clubs dat allemaal naar buiten brengen. Wel, toch wel, ja. Ik ben heel benieuwd wat de sponsorinkomsten zijn, hè, van die andere clubs. Ja. Ik heb bijvoorbeeld bij Cambuur gezien, en die leggen ook helemaal uit hoe hun jaarrekening wat meer is uitgegeven dan begroot, gewoon toelichten. Mm-hmm. Ja. En wat er meer aan inkomsten is gekomen, dat soort dingen, gewoon toelichten. Mm-hmm. Dan ben je ook wel als club verplicht naar achterban, hè? Ja, en dat is wel ook wel. Ja, en ook als sponsor, want die investeert in de club. Ja. Ja, natuurlijk investeren die ook om er zelf beter van te worden, maar ze doen het ook voor de club. Ja. Nou. Weet je, en zelfs op Prinsjesdag lekker de dingen uit. Ruim Prinsjesdag. Is wel zo. En dat is natuurlijk bij ieder ander bedrijf, want dat interesseert geen hol, behalve de werknemers en de leveranciers en de klanten. Maar de omveld maakt dat niet uit. Maar bij een voetbalclub zoals de Graafschap, die leven in de glazen kooi. Ja. Dus iedereen vindt daar wat van. Kun je even komen? Ah, even wel weer zijn charme, vind ik. Hè. Nee, dat kun je wel komen. Je kunt er bijna niet voorkomen, alleen je moet heel zorgvuldig zijn met wie je wel en geen informatie geeft. Want ik denk dat daar hoort ook met Hans Pertel zo wel eens over gaat, van, dat het leiden van een voetbalclub heel anders is dan van een verzekeringsbedrijf of van een garage. Of ik vind een mooi gezegde van Dirk Haak. Dirk was toen voorzitter van de Graafschap. Dirk kennen jullie allemaal wel. Mm-hmm.
En hij was CEO bij Elsevier. Mm. Ja. Hij had een 5000 man onder zich. Bij de Graafschap nog geen 5. Hè? Toen waren we heel klein. Hij zegt, en ik heb wakker gelegen van 5 miljoen omzet bij de Graafschap. Ja. Tot honderden miljoen bij Elsevier. En bij de Graafschap lag ik wakker en bij Elsevier niet. Ja. Ja. Ja, dat is... Ja. Nee, ja. Maar dat iedereen heeft een mening. Nee, ja. Dat klopt. En Durham zie je ook vaak aan de top bij voetbalclubs, dat echt gerenommeerde zakenmensen, dat afbreukrisico is zo groot. Ja. Die gewoon de nek niet meer stekken. Ja, maar, ze gaan binnen allemaal nat. Ja. In ieder geval op termijn. Nee. Van Zeumer is een mooi voorbeeld. Ja. Ik vind je een fantastische kerel. Ja, ja. Utrecht, ja. Maar hij, want we zijn de laatste, of laatst, heel lang geleden hebben investeerders geweest, van nou, leg nu zoet. Dat is het domste wat ik doe, een club kopen, zeggen. Moet je nooit doen. Want op een gegeven moment, als slecht gaat, dan ben je de boeman, want je stort geen geld mee. Je kunt het nooit goed doen. Dus je moet altijd geld bijstarten en dan niet doet geen club naar de kloten. Dus ik ben altijd die pineut. Ja, ja. En vond ik zo mooi? Ja. Ja. Ja, het is wel zo mooi. Hè? Ja. Het is wel een hele... Maar is het dan zo, in een bepaalde functie, hè, slaagt binnen een BVO, dat dan de maatschappelijke carrière, of de carrière, zeg maar, het werkzame leven ook helemaal uitgestippeld is al? Dan denk je, ja, weet je, als je dat kunt, ja, kun je de hele wereld. Ik denk dat je echt slagen wil in de voetballerij. Dat kan pas op een bepaalde leeftijd. Want je hebt er zoveel ervaring. Ik heb het zelf gemerkt. Ik was denk ik midden 30. En ik was denk ik 40 toen ik directeur werd bij de Graafschap. Mm. Dat was eigenlijk in mijn ogen, ook voor mij, veel te jong. Ja. Want dan mis je zoveel levenservaring. Ja. Ja. En als ik nu zie, met alle bagage die ik heb. Maar het is natuurlijk ook een wereld van gezien en gezien worden. Hè? Ja, en dan moet je zo de heer prikken. Mm. Ik vind dat zo mooi. Ja. En dan moet je gewoon de heer prikken. Ja. En als dat lukt, en je weet precies wie een eigen belang heeft en wie een ander belang heeft. Ja, ja, ja. En je kunt ze precies zo pikeren, dan kom je heel eind. Ja, je bent hazen lopen dan. Ja, alleen dan zie je al in een fase dat je denkt van, ik vind het goed. Ja, tuurlijk. Ja. Ja, ja. Ja. Jezus. Dus ja, dat is heel lastig. Dat is voor heel weinig weggelegd. Dat is toch bijzonder. Ja, wat zijn dan succesvolle, zeg maar, leiders geweest van voetbalclubs? Nou, ik kijk heel erg op tegen die Robert Eenhoorn. Vind ik een hele goede van AZ. Ja, blijf ook op de achtergrond. Ton Gerbrands had ik ook een hele hoge pet van op. Ja. Nou, die wordt ook zo even afgeserveerd. Ja, dat gebeurt ook nog, hè? Ja. Marcel Brands ligt nu ook onder vuur. Nou, even wat minder, maar toen met zo'n jong verhaal. Ja. Ja. Maar zo'n Robert Eenhoorn, die heeft de rust bij AZ en ook in het akkefietje toen met Anne Slot. Hoe ze dat opgelost hebben, vond ik fantastisch. Mm-hmm. Ja. Ja, dat zijn wel de mooie voorbeelden natuurlijk. Hè. Riemen van de Velden. Nou, en je ziet het bij FC Groningen hebben ze nu Walter Gudde. Natuurlijk heel ambitieus en allemaal studies gedaan. Maar je ziet nu wat er bij Groningen gebeurt. Ja, je bent ook afhankelijk van die emotie. En dan kun je wel heel rechtlijnig alles doen voor sport. Ze hebben ook Vladeres, hè? En Vladeres. En zoals Vitesse en NEC, hoe kijk je door naar hem? Dat is wel mooi hoor. Haat en neid. Ja, echt. Oh, ja. Fantastisch. Kun je dat ook mee zo? Ja, dat kreeg ik echt mee. Er waren een materiaalman bij NEC, echt waar, Theo. En die vertikte het om langs Gelderland om te rijden. Die ging altijd, ook al moest je naar Doetinchem, ging er helemaal omheen. Geweldig. Fantastisch. Heerlijk, hoor. Hè? Ook zo mooi. Ja, dat is echt, hè? Ja, dat is echt, hè? Ja. En het was in mijn tijd ook ondenkbaar dat een scheidsrechter in het geel floot bij NEC. Echt, ja? Ja. Werd niet, zit dat zo diep? Zit heel diep. Yes. Ja, dan ga je met geel zwart lopen, hè? Ze is zwart broekje aan hebben. Een geel keepershirt bij NEC. Oh, uit Den Bozen. Ja, dat zit zo diep. Fantastisch, hè? Ja. Zit zo diep. Heerlijk, dat vond ik heel mooi. Ja, dat is echt de haat en neid. Heerlijk. Ja. Ja, af en toe gaat dat wel te ver, vind ik. Hè. Zoals Ajax gaat te ver. Maar goed, dat wordt ook gevoed. Beetje gezonde rivaliteit is mooi. Ja, dat is leuk. Kijk, ik vind hoe zoals wij met Vitesse, dat vind ik wel mooi. Kijk, we zijn natuurlijk een beetje Calimero vergeleken bij Vitesse. Mm. Maar als er zo'n heel vol uitvak is en met al die bussen. Zo fantastisch. En wij zo voor de sfeer. Ja, dat is fantastisch. Ja, en wat ze toen gedaan hebben, ik vind dat mooi. Ja. En met Go Ahead. Ik weet wel meer, hè? Of Vitesse degradeert, hè? En met Go Ahead. Ik gun het ze wel, trouwens. Cocu gun ik het niet, trouwens. Nee, maar met Go Ahead, dat is ook de laatste jaren ook wel aardig. Maar dat heeft natuurlijk alles te maken wat hier op het veld gebeurde. Met Go Ahead. Dat heeft daar alles mee te maken. Terwijl het eerder helemaal niet zo was, hè? Nee, maar is dat ook niet... Ja, tuurlijk, er zijn dingen gebeurd. Maar is het ook niet te veel uit het verband getrokken? Of is het... het is op beeld natuurlijk, hè? Ik bedoel, je ziet wat er gebeurt. Precies, je ziet wat er gebeurt. Ja, en het is ook hier gebeurd, het is daar gebeurd. En toevallig speel je dan 2 keer achter elkaar nog die na-competitie. Volgens mij, als ik het goed heb, is het zelfs daar begonnen. Want daar wonnen wij. En toen kwamen zij het veld allemaal op. Ja, dat klopt. Ja, dat ook dingen toch met die flesje die allemaal in... Precies, in de volle fles Bacardi, het uitvak, dat is Paul toch ook. Ja, dat is die we ook met hem, waarin Ben ook. Ja, die zijn ook natuurlijk. Ja, absurd. Ja. Ja, ja dat is...
Ja, maar je moet er sowieso niet... Ik heb ervaring misschien, maar ik heb een keer met, ik zal geen naam noemen, maar ik heb samen op de hoofdtribune van de Eagles gezeten. En nou, ik weet niet hoe snel ik weg moest komen. Maar dat was het probleem. Want wij zaten links waren heel veel sponsoren van ons. En Van Gols, die was en sponsor bij Go Ahead en bij ons. Die hadden allemaal klanten daar, jongen. Die moesten rennen. Ja. Maar, dat is niet normaal. Ik heb echt bang. Ja. Ik heb dat... Ook als je naar buiten moest lopen. Maar dat is gewoon op de hoofdtribune. Wat praat hij over? En ik had ook achter op de auto staan natuurlijk toen Rusing doet. Oh, ja. Dat lag op de kant, hè? Op de kant. Nee, man. Nee, maar ook zijn daar met de supportersbus weg. Ja, dat was laat. Dat ze allemaal zo staan en met dingen gooien. Ja, absoluut. Ja, volgens mij is dan ook veel meer aan de hand. Ja, emotie en er zit natuurlijk allemaal van de spullen in. Ja, dat klopt wel. Het is wel echt een rauw randje. Alcohol en dat soort dingen, jongen. En de groepsproces. Maar IJs alleen hebben ze niks meer te doen, hè? Nee, dat is inderdaad zo. Ja, nou goed. Ik hoor het Eredivisie, wie Eerste Divisie. Ja, oké. Okay. Dus dat is gezellig opgelost, natuurlijk. Ja. Het is jammer. Zo mooi zijn voor de beker, hè? Ja. Ja, zo net te denken, ja. Zo mooi zijn. Henk, sportief financieel. Even voor sportieve vlak, hè. Ik ben trainer al vrij lang bij Zelm, ook de fusieclub ZZ22. Ja. Als je het op het veld kijkt, heb je eigen ideeën erover of niet? Hoeft niet te verkondigen, maar... Nee, dat heb ik wel. Ja. Ja. Iedereen natuurlijk. Hè? Ja. Ook. Ja. Ja, iedereen is wel mooi, want iedereen heeft een mening. Ja. Alleen of ze verstand hebben voetbal, dat heb ik ook niet. Maar ik heb wel een mening. Ja, ik doe het heel anders. Maar ik heb natuurlijk maar lullen, want het is laag niveau amateurvoetbal. Maar ik vind ook altijd belachelijk dat iedereen mee terug moet. Met een carnaval. Vind ik zo dom. Ik hou altijd drie voorop, hè? Ja. Drie zelfs. Drie. Ja, maar dan houdt deze dan houdt de vier achter. Precies. Nou, dan scheelt maar weer vier man voorop. Ja. Het is geen hogeschool, hè? Nee. Oh. Dat zien we weer. En de palen zijn niet bezet. Dan denk ik, kan het niet waar zijn dat iemand een bal naast de paal erin gaat. Ja. Dat kan niet. Ja, dat soort dingen. Oh. Maar het zullen ook... dat is erg geweest hier, maar dat ik ook gewoon bepaalde basisdingen gewoon mis. Het openen van het als een bal van de rechterkant afkomt, ik heb altijd geleerd, dan moet je open naar links. Want door steeds vol worden van de bal vandaan komt. Maar nee, dan zie je hier ook nog wel eens, dan geeft de bal weer dezelfde kant af. Ik denk van, sowieso toch niet opgevoed bij ons allen. Nou, ik moet wel zeggen, ik heb die laatste oefenwedstrijd gezien. En of de tegenstander dan wel of geen niveau heeft. Vuil. Derde Bundesliga. Ja. Ze speelden wel met twee spitsen. Dus Butner werd heel de tijd vrijgelaten. Ja, ja. En dan speelden ze Butner aan met zo'n rollende bal. En dan zag hij al dat Nekli aan de rechterkant helemaal vrij stond. En in één keer, oh, dat was gaaf, jongen. Ik denk, oh, doe dat nu in de competitie ook eens. Ja, maar die Rums die kriast. Ja, nee. En ze zullen Butner wel afschermen hier, omdat ze weten dat hij geweldige linkerpoot heeft. Tuurlijk. En Nekli kreeg wel heel veel ruimte. Ja, oké. Okay. Maar ik ben wel met je, en dan denk ik, want wanneer wordt het hier leuk voor het publiek? Als we die bal erin gooien. Ja, tuurlijk. Het opportunistische. Ja, ja. Ja, dat ja. En dan gooi je hem omhoog in, dan moet Benschop dat duel maar aangaan. En of hij nou maar breekt of niet. Dat vinden ze mooi. Ja. En dan valt die bal goed of niet goed. Hmm. Maar dat vindt het publiek mooi. Nee, maar dat is het ook een beetje. Hè? En niet tikken terug. Het is wel mooi dat uiteindelijk ons advies wordt opgevolgd. Hè? Om Leon Kaakjes een keer te proberen op middenveld. Ja. Leon speelde heel goed tegen die Duitsers. Ja. Nee, maar dat is wel mooi. Bijval zei het ook al. Hè? Ja. Weet je, er stond een stuk in de Gelderlander, hè? Van half uur was wat Lyon had verwacht van zien. Hij heeft ook een beetje gesukkeld met blessures natuurlijk, hè? Kuitblessuren natuurlijk in de voorbereiding. In het begin, natuurlijk. En dat is lastig. Zo'n Lyon is ook een echte Achterhoekse jongen. Kijk, we zijn naast met de kerstboom met z'n allen ook de stad ingegaan met de spelers. De moeder kunnen zoiets, hè, vind ik. Lyon hoef je ook maar, is overal bij. Woont hier om de hoek, is overal bij. Heeft een hele kutperiode gehad met zijn vrouw. Die ernstig ziek is geweest. Ja. Maar hij is overal bij. Ja. Vind ik fantastisch. Ja. We waren bij Os uit. Dat was de mooiste uitwedstrijd die ik ooit gehad heb. We zaten op een gegeven moment in een box van zo'n bouwbedrijf. Vader van Kaki was erbij. Allemaal vrienden van Kaki. De trainer, Bob Peters, had met 3-0 verloren. Liep de Polonaise om 4 uur straks. Dat was corona. Ongelooflijk. Geweldig, joh. Jan Lammers riep rond de Leon Kaki. Ja. Want daar hebben ze een hotel naast. Ja, dat klopt. Ja, joh, heb je nog met Gerard Kaak voetbal dan? Ik heb met Gerard één wedstrijd gevoetbald. Okay. Fantastische wedstrijd. Ja, ja. Ja, was Timo en Erwin, die moeder was net overleden. Okay. En toen hadden ze Kaakje teruggehaald. Was uit bij Angeren. En ik was al een beetje mijn nadagen. Gerard natuurlijk helemaal. Gerard speelde met mid. En we deden alleen maar zo naar elkaar. Alleen maar zo. Geweldig. En alles in de voeten. En ik schoot een keer. Ik ging alleen met de keeper af. Net over de middenlijn. Ja, ik denk, dat haal ik nooit. Dus ik schoot. En de keeper stond op de 16. De bal ging er overheen en er ging erin. Dat was geweldig, hoor. De Kaki.
Als we elkaar nu zien iedere keer. Fantastisch, hè? Geweldig. Ja, dat is toch mooi, hè? Ja, geweldige voetballer, jongen. Nee, maar goed, ik sprak hier ook wie de Bobby Mama's. Kwam op een gegeven moment, heb ik hem even gesproken. Maar ja, het is ook wel mooi hoe hij dan ook met Lyon eigenlijk bezig is. Hè? Van ja, weet je, ook, dat hij ook weet, ja, balen natuurlijk, hè? In de voorbereiding geplezierd. En ja, weet je, hier werd ook een beetje hoerluf natuurlijk, hè? Hoe het allemaal ja. werkt. Ja, en Gerrit is niet zo'n vader. Want je hebt ook van die vaders, het liggen iedereen behalve aan hun huis. Ja, gewoon opvoeden. Zeg. Ja. Maar Gerard zegt tegen Lyon, ja, het ligt gewoon aan jezelf. Ja. Je moet er maar zorgen dat je zelf beter wordt. En dat vind ik wel goed. Ja, dat is mooi. Zeker, dat is mooi. Ja. In plaats van Gerard hier kunnen we zeggen, hallo, mijn zoon. Precies. Ja, dat is bijvoorbeeld, ja. Oké, sportief. Wie hebben er vertrouwen in, hè? Ja, allemaal ik, trouwens. Ik nee, mag wel. Ik wil namelijk straks een keer zeggen van, dat je er nog vertrouwen in hebt, dat we in ieder geval bij die eerste negen eindigen. Ja, zeker. Ja? Zeker. Op basis waarvan denk je dat? Nou, ik denk dat er misschien wel. We hebben natuurlijk een goede serie gehad. Mm-hmm. Daar gaan we nu nog wel een keer krijgen, zo'n serie. En vooral als het team wat beter ingespeeld wordt op elkaar. Hij is natuurlijk nu nog even zoeken naar de juiste samenstelling. Mm-hmm. Maar ik denk ook. Misschien moet je zo'n. Dat is mijn mening, hè? We hebben met Gavenberg geprobeerd, met Benschop. Misschien moet je daar tegen Devin Haan zeggen. Hij is fit. Devin, wel, ja. Ja. Ik laat jou 7 wedstrijden staan. Ja. Misschien het laatste kwartiertje even niet voetbal. Ja. 7 wedstrijden mag je iedere keer beginnen. Laat maar zien. Gewoon vertrouwen geven. Mm-hmm. Ja. En dan denk ik dat er wel iets gaat ontstaan. En nou, je ook zijn, de verschillen zijn minimaal. Nee, dat klopt. Ja, normaal is 3 punten. Winnen, ja. En er staat altijd wel een jong ploegje, jong AZ of wie er bovenin staat. We gaan zeker naar competitie halen. Alleen, je moet hem niet zo halen zoals vorig jaar tegen Eindhoven. Nee. Want tegen Eindhoven toe, dan wisten we al, dat wordt niet wat. Vreselijk. Ja. Ja. Oké, maar dat moet je niet hebben. Na competitie gaan we zeker halen. Welkom. Nou, ik wil eigenlijk met de voorspellingen beginnen. Oh, maar 7 miljoen? Ja! Nee, even één ding nog. Eén ding nog? Het sportieve gebeuren gehad, nu een financiële gebeuren. Oké. Commerciële gebeuren, financiële gebeuren, ja goed. Dat hangt misschien wel aan het commerciële vast. Je hebt al ruim een uur over gehad. Ja, dat klopt. Maar daar hoeven we ons helemaal geen zorgen over te maken. Sportieve vlak, kunt het goed? Nou, wij hebben voor dit seizoen onze commerciële begroting ruimschoots gehaald. Precies. Dus, maar je hoeft je sowieso financieel over de gaten geen zorgen te maken. We staan er echt goed voor. Oké. In mijn tijd moesten we aandelen verkopen. Nu staan we er echt goed voor. Okay. Eigen vermogen is positief, we staan er gewoon goed voor. 2 keer gerustgesteld. Sportief vlak, financieel vlak. Wat willen we hier nog meer? 1 vraag. Toch. Is er een vangnet als het niet goed gaat financieel? Hoef geen namen te noemen? Wat heb ik heel benieuwd nou? Dat vangnet is natuurlijk altijd wel geweest bij de Graafschap. Er zijn altijd een paar, op het moment dat we echt in de shit zaten, verkoop van stadion, maar ook met de aandelen, toen zijn er ook 6 opgestaan. Die hebben een behoorlijk bedrag bij de Graafschap neergelegd. Mm-hmm. Daar hoor je ze niet over. Ik denk dat we altijd op die club terug kunnen vallen. Maar het mag geen vanzelfsprekendheid worden. Nee, het mag niet elk jaar regelen. Je moet eigenlijk zonder die mensen kunnen. Ja precies. Ja. Nee, maar er is echt een vangnet voor de Graafschap. Ja. Mooi, dat is fijn om te horen. Morgen, FVV uur. Ja, voorspelling. Je bent erbij, Henk. Nou, ik wil eerst... Ja, oké. En dan kom je op die volgende dag. Want Henk ook nog even een toevoeging hè, over 13 januari. MVV Utrecht. Wie doen altijd een voorspelling, Henk? Henk, Wilco, Harry. Weet je ook, hè? Wesley, Ben, dat kan er Lisanne. Je pakt er een nieuw blaadje, man. Ben, Wesley, Lisanne. Oké, okay, nou alles. Moet je de belasting over betalen? Of MVV. Ben. Ik denk dat we gewoon weer. Ja. Hoeveel? 0-1. Zat. Wesley. 0-2. Godzame. Het is allemaal weer zo positief, hè? Lisanne. 1-3. Doe maar. Henk. Ik denk 2-3. Want we geven altijd goals weg uit cornerbal. Nou, hun hebben Ernie Brands, hè? Ze hebben Ernie Brands. Ik ben geen fan van Ernie. Ik denk 2-3. 2-3. Wilco. 1-1. Oeh. Dat wil ik ook zeggen. Ja, dat mag, hè? Ja, ik dacht wel 1-1. Ja, een puntje beginnen. Ja? Nieuwe naar de winterstop. Prima. We zijn nog ongeslagen, hè? Nieuwe. Haals dan. Dat bedoel ik. Ik hoop echt van harte dat het 0-0 wordt. Waarom? Een gelijkspel. Ja, ik tuurlijk, maar ik wil ook heel eerlijk zijn. Realistisch. Nou, dus je hebt er weinig vertrouwen in. Dunna. Kun je gewoon zeggen, hè? Dunna. En dan snap ik op basis van de laatste 2 thuiswedstrijden. Ja, tuurlijk. Ja. En jong Ajax. Kan ook zomaar de goede kant op vallen. Ja, dat Jong Ajax. Jong Ajax. Mooi affiche. Jong Ajax. Ik denk dat Jong er even vanaf. Ja. Maar
er gaat ook nog iets speciaals plaatsvinden. Want de helden Edwin Godet, Ali Ibrahim en Erik Fiscaal, die komen dan. Ja, ja. En, mooi. Die hebben een heel programma. Ja. Inclusief diner, inclusief eten. Alles erop en eraan. En die kregen ook een veldmoment. Dus ze worden ook nog gefeliciteerd. Hans Martijn Ostendorf, volgens mij. Dus, ik kan het zo bekijken eigenlijk dat ze eindelijk het afscheid kregen wat ze altijd verdiend hebben. Ja, heb ik wel. Hè? Ja, wie kent Edwin Godeni met zijn gouden en Ali Ibrahim met zijn hakbal in de arena. Ja. Hè? En Erik Fiscaal, toeter, boingbong, kappen en draaien. Hè? Die kennen jullie ook wel natuurlijk. Ja. Drie helden, die komen dus, die zullen dus gewoon. Hè? Oh, dat is wel een heel mooi. Na afloop, ja, dan denk dat belangrijk in de kantine is het, ja. Worden ze ook nog even in een zonnetje gezet. Ja. Ja. We hopen dat het een man of the match is natuurlijk. Hè? Maar die jongens die worden in ieder geval op het podium gehaald. En ja, die worden nog even toegezongen. Ja, en, dus eigenlijk de eer krijgen die ze altijd hebben verdiend. Maar er is er nog één, dus ja, dat is een heel andere generatie. Maar ik vind ook dat we echt op een mooie manier afscheid moeten nemen van Tess van de Paas. Ja, dat gaat ook gebeuren toch? Ja, ja. Dat gaat ook gebeuren. Ja, dat is inderdaad. Ja, daar zijn ook al plannen over. En, god, wat een drukte in één. Bier is voor niks, jongens, natuurlijk. Hè. Welkom. Welkom. Ja, welkom, avond. Wat een gezelligheid. Wat een gezelligheid. Nee, mooi. Nee, maar dat is inderdaad. Want er werd me ook de laatste tussen zijn, werd me nog gevraagd van, hey Hans, wil er nog een keer afscheid van Ted van de Paal genomen? Inderdaad. De stippen of de rol, dat mogen we duidelijk maken. En ik weet niet of het al bekend gemaakt mag worden. Maar goed, nee, maar dat is ook niet erg. Weet je, dan kunnen we ons ook al voorbereiden. Als de commercieel manager dat zegt, dan is het niet waar. Nee, dus een mooie wedstrijd tegen Jong Ajax. En ook dan hopen we natuurlijk Leon Kaak. En dat hij er even eentje over de boarding hem bustelt. Nou, dan hopen we van Jonkie. Door hem behoefte aan. Waar die straks zei over Henk over Rio Hille, hè, dat hij met die vuur in de ogen kreeg. Ik heb ooit een keer gezien hier ook op Vijverberg met rust tegen Jong Ajax. Met rust, 2-0 achter. Ja, helemaal weggespeeld. Ja. Van kastje naar de muur. Ja. En de aftrap van de tweede helft. Ja. En de eerste beste actie, de bal kreeg van Brijs Meers ervan. Kabang! Ja. Kom vast. Worden we met 3-2. Worden we met 3-2. Nee, maar dat is... Ja. Ja. Absoluut. Ja, als je die jochies laat voetballen, jongen. Ja. Ja. En door in Amsterdam ook dit, joh. Toen wij die 2-0 achter stonden. Ik weet niet of ze toen met Nouri nog meedeed. En De Jong. En dat was ook wel genieten, hoor. Ja, als voetballiefhebber komt dat wel van genieten. Frenkie de Jong met hier. Oh, ja, Frenkie wil gevoetbald worden. Ja, en dingen ook. Geen één bal met zo'n middenveld. Nee, helemaal niks. Mee was naar de WK, hoe die Engelse naam? Donny van... Taylor. Taylor, ja. Ah, er zitten een paar voetballers tussen, hoor. Dat is fantastisch natuurlijk. Maar goed, wie komen ook voor onze helden? Edwin Godet. Ja, fantastisch. Ja, 100%. Dat is mooi dat hij in de wedstrijd gezet. De Business Club pelt uit die wedstrijd. Dat is echt mooi. Oh ja? Ja. Oh, er wordt ook nog een minuut stilte gehouden trouwens voor alle overledenen afgelopen jaar. Oh, wat een druk, hoor. Ja, dat is wel mooi. Ik zag dat ook in Engeland plaatsvinden, dat gebeurde. Dus dat is een mooie traditie geworden, uiteindelijk. Ook meneer de Achterhuis, de herdenkingsplek hier. Hey, die drie helden, zeg maar, dat is voor de wedstrijd toch, of niet? Voor de wedstrijd worden ze ontvangen. Ze maar het moment op het veld, is dat... dat is voor de wedstrijd. Dat is voor de wedstrijd. En is dan die minuut stilte. Kwart voor acht, hij veldmoment. En voor de wedstrijd is een minuut stilte. Dus als de ploeg al op veld staan. En spel ik maar roobanden toch, weet ik? Dat weet ik niet. Of gelezen, dat is met roobanden zullen spelen. Pelé of zo? Nee, vanwege die overin dan. Oh, oké. Heb ik iets van gelezen. Heb ik iets van gelezen. Dat zou kunnen. Ja. Maar mooi, hè? Ook met die herdenksplek in de achterhoofd. Ja, zeker. Zei, dus, en heel drie hebben wij natuurlijk de kistcup. Ja. De kistcup. Best een helemaal teken van de kist. Ja. En trouwens, terug naar 13 januari. We hebben een goede band hier in de kantine. Ja. Basement. Oké. Okay. Ja, dat is een hele goede band. Spreek je even af met die mensen. Dat die van die herden stoppen. Ja. Is al... Mooi. Zit al in de planning. Nee, maar ook dat die drie op het podium komen. Maar heel erg nodig voor. Mooi, man. Toch even aandacht aan besteden. Dat vind ik wel heel belangrijk. Klopt. Jong Ajax. Ja, als ze maar niet laten voetballen, dan geef je het kans. Oké, als ze laten voetballen, dan is het gebeurd. Maar even. Er is wel één verschil, Henk. Ze komen op een vrijdagavond, het is geen maandag. Ja, dat scheelt wel, ja. Okay. En die week is bekervoetbal. Ook nog. En Ajax moet ook. Oké. Dus ik denk 2-0. Ja, amateurs 2-0, oké. Je moet uit naar de bos. Oh, die moeten naar de bos toe, ja. Ja, dat is wel, maar het is niet echt een makkie, hoor. Nee. Ik zeg NVV 0-0, zei ik. 2-0. Ja. NVV 0-0, zei ik. Dan kun je even dat vertrouwen. Oké, we kunnen toch wat halen, hè, in Maastricht tegen de ploeg die hoog staat. Ik zeg 3-0. 3-0? Ja. Zo. Ik zeg de mouw opstreupen,
alles geven, dram voetbal, ik doe er eentje bij. Ik maak er vier van. Ja, gewoon. Ja, jongen, hij is serieus, je moet gewoon eens een grote uitslag neerzetten. Kan makkelijk. Ja. Het is heel vaak, wat gisteren straks ook over had. 4-2. Ik kwam er niet tussen, maar ze zeggen heel van. Met 1-0 en dan gaan ze weer terug. Ja, geen hoop. Uit wat denk je van, dan gaat toch met 5-6-0 winnen? Of niet? Ja. Godverdomme, 2-0. Dat is ook een heel goed voorbeeld. Ik denk, nou, nu gaan we van de doelzone werken. We stonden goed in de precies. En dan krijg je bijna elke keer. Ja, we winnen wel, maar dan elke keer een grote uitslag neerzetten en dan. Hé, maar. Den Bos uit. Ja. Den Bos uit. Jongen, herenmeester. Den Bos uit ook. Ja. Ongelooflijk. Hey, hij heeft de uitslag van Henry hier, hè? Nee. Dat is bijzonder. 4-2. Ja, mooi hè. 4-2. Ja, maar Henk zei, ik zie de mis had al 1 of 2 tegen de corner. Dus die combineer ik even met elkaar. En in die 4 van ja. Nee, dat kan. Ja. Van doelpuntrijke wedstrijd. Ja. Mooi, nummer 2 lacht komen ook nog. Ja, dat is het mooiste. Lisanne, heb je er al over nagedacht? Ik slag 2-0. Hoe ze? Wat zeg je? Ja, Ben werd dat, hè? Ja? Hoeveel zeg je, Ben? 3-1 voor ons. 3-1. Nou, de uitsmijter. 4-1. Zo, dat is wel positief, jongens. Als ik het zo hoor, dan pakken we die derde periode en dan komen we in de flow te zitten. Dat is de eerste wedstrijd van de nieuwe periode. Ja. En dan naar Gouden Veur, toch ook niet? Ja. Fantastisch, man. Ja, geweldig. Henk, er is een heleboel verteld, hè? Alles zit is gewoon vastgelegd. Dus heb je nog iets waar je niet verteld, hè? Waar je graag kwijt wilt? Nee, eigenlijk niet. Misschien een woordje naar sponsors of zo. Nou, het zou mooi zijn dat gewoon iedereen achter die club blijft staan. Ja. Dat zou mooi zijn. Ja. En ook nu, die laatste wedstrijd, deed me wel pijn, hoor. Tegen Willem II, het was natuurlijk steenkoud en die week ervoor was heel slecht. Ja. Maar ik dan zie hoeveel vaste seizoenkaarthouders, en natuurlijk waar we blijven op televisie, hoeveel vaste seizoenkaarthouders niet op Roodbergen zaten. Dat deed me wel pijn. Ja. Ja, maar ik vind hem wel verklaarbaar. Ja, precies. En rechtstreeks op televisie. Ja. Op open kanaal, hè? Op open kanaal. Ja. Ja. Zullen we maar in. Vlak voor kerst. Ja. Nou, we hopen dat verleden tijd is. Ja. We gaan ervoor. Ja. Toch? Zeker weten. Henk, je zult niet geluiden, maar je zult binnen anderhalf uur aan lullen. Echt waar? Ja. Twee keer drie kwartier, we hebben eerst een pauze gehad. Nee, maar er zit een dubbele verlenging en een strafschop of aan. Dus dat is helemaal goed. We hebben gewoon de blessuretijd van het WK. Ja, mooi man. 10 tot 12 minuten. En het is mooi dat het weer gelukt is, zowel op audio als op YouTube, als opgenomen en alles. Morgen is alles terug te lezen of alles terug te zien en terug te horen op... Via social media hebben we het allemaal aangekondigd, Henk. Ik vond het hartstikke mooi dat het bij was. Ik vond het leuk. Echt, ik vond het mooie verhalen. Complimenten aan jullie alle drie. Absoluut. Ook verhalen die we nog niet gehoord hebben, dankjewel. En mooi dat Sjoerd Zwaan even binnenkwam. Ja, Henk. Ja, maar even benoemen, wil ik net zeggen. Ja. Is commercieel. Voor jou. Ah, super, dankjewel. Die had je al met Sjoerd gehad natuurlijk, maar goed, ik wil hem even in beeld zetten. Oh, ja. En, Henk, wat weet je? Nog even een kleine uitsmijter dan. Ik zie net onze social media te kijken. We hadden straks al wat korter dat ADO nog een poging doet om een mas nog te halen, lees ik. Hier. ADO, oké. Okay. Ja, weet ik niet, maar kijk, Gio is natuurlijk een Hagenaar, of Hagenese, hoe je dat moet zeggen. En zijn roes ligt daar, maar als ik zie hoe Gio, wat voor felheid hij weer heeft, en ik kun zeggen, hij moet meer scoren, maar ik mag hem er graag even bij hebben, nog een halfjaartje. Ja. Maar ADO is helemaal losgeslagen, want ze hebben Joey Slegers ook gehaald. Ja, Joey Slegers. Nee! Ja. Ja, die had ik ook niet, die had niet zien aankomen. Nee, ik niet. Geld, dus ja. Ja, daar zit geld achter, want die had daar nu woestijn. Hey, is mij volledig onbekend van Korten. Okay. Hey, is er een vraag binnengekomen van ons aller Eddie. Eddie Buiting? De stadsdichter. Ja. Oh. Eddie B. Vertel eens hoe het Dranactie shirt in stand kwam. Misschien staan er wel even... Ja, dat is wel een tot slot een mooi verhaaltje even. Ja. En dat is wel heel mooi, want ik zat te kijken naar Tita Tuinmeubelen. Ja. Dat is ook een verhaal. Dat is een verhaal. Dat is een mooi verhaal. Kijk, ik zal hem kort houden, Eddie. Maar Tita Tuinmeubelen die had gezegd van... wij willen maar de helft van de wedstrijden... Ja, iets meer, of volgens mij 14 of zo... maar de helft van de wedstrijden op het shirt. Alleen in het najaar, in het voorjaar, niet in de winter. En daar hadden we nog de helft van de shirts over. En toen dachten we, hoe doen we dat? En toen is er een dramactie ontstaan. En die is echt vanuit Eddie Buiting, Gert-Jan Spits, Sjoerd Wijkamp. Die club, is dat Dennis? Is dat, moeten alle namen op shirt hebben. Ja, dat is leuk en aardig. Maar hoe zorgen we dan? Toen hebben wij 40 bedrijven gezocht die garant stonden voor dat bedrag. Die hebben één wedstrijd met hun namen in het dramshirt. Er hangt nog een bord bij de inkomst. Ja. En daarna hebben wij een fantastische actie op gang gezet... Met supporters hebben zij vooral gedaan.
om iedereen kon zijn naam op een shirt te hebben. En ik kon nog een shirt bestellen. Ja. Ah, fantastisch, jongen. Ja. Mijn naam staat in de R. Geweldig. Ja, dus echt de meest legendarische actie die ik bij de Graafschap heb meegemaakt. Ja, en misschien wel in het shirt verleden van het betaalde voetbal misschien wel. Ja, dat denk ik wel. En heel veel clubs hebben geprobeerd ons daarna te apen. Ja, ja. Maar het was fantastisch. Al die namen in het shirt, ja, allemaal digitaal. Ja. Ah, het was een geweldige actie. Ja, ja, dat, was een, dat was echt een dranactie. Dat was echt samen eraf. Dat was ook samen eraf. Dat was echt samen eraf. Ja, ja, fantastische actie. En dat willen we natuurlijk iedere keer weer terugzien. Hè. Dus, mis ik hier wel op dan. Ik zie hem hier niet hangen. Oh ja, hij hangt er wel. Nee, Eddie, ja, dat was een hele mooie actie. Eddie. Ja, mooi man. Ja, tof. Complimenten. Tof. En ik moet zeggen, als je nu toch over nostalgie... Eddie was de dichter. Wij gingen ook altijd van die avonden organiseren bij Hattrick. En had hij altijd zo'n gedicht. Fantastisch. De kist is daar een keer geweest. Volgens mij Korbach is daar nog een keer geweest. Ja, dat was een hele keer. Kom dichter, jongen. Oh, en nog. Ja. Fantastisch. En nog. Ja. En nog, die heb je ook gewoon in onze gelederen. Dat ben ik allemaal niet. We hebben alles. Ja. Henk, nogmaals dank. Ja, graag. Graag. Leuk. Ja. Sjoerd Zwaan, bedankt. Drank. Heeft een lekker biertje aan onze gast geschonken. Wilco, bedankt. Henk, bedankt. Graag gedaan. Ben, bedankt voor de gastvrijheid. Onze vaste supporters Wesley en Lisanne, hartstikke bedankt. En ja, ik zal zeggen... Volgende keer bij hun. Ja, hè. Op locatie weer. Ja, met een lekker stap op de vetje. Wordt vervolgd. Ja, zeker. Mensen, bedankt. We sluiten hem af. Ik weet er niet helemaal hoe, want dat mag ik allemaal volgen doen. Maar dat gaat vast goed komen. Mooi. Ik doe de eindtune erin. De Graafschapmars van 1969 met, 69 met Henny van Londen. Ken je misschien ook wel, Henk? Ik knik wel iets. Van naam. Ja, ik ken heel veel van Londen. Oké, okay, ja. Theo, ja. Nee, maar goed. Jongens, het was me weer een waar genoegen. Dankjewel voor de samenwerking. Goed gewoon. Hey, top, dankjewel. Goed gewoon. De volgende keer, mensen. Bedankt voor het luisteren. Hey. Goed gewoon. Wanneer u in de Achterhoek goed voetbal wilt gaan zien, kom dan eens naar de Vijverberg, daar heb je pret voor tien. Geen slof of oude voetbalschoen, maar alles keurig net. Alleen wordt iedere voetbalclub er in het hemd gezet. Even nog je tanden zien, dan word je kampioen.